bij Gold Republic inmiddels al zo'n 15 tot 20 miljard aan waarde door het bedrijf is gegaan. Ja, inmiddels wel, uh, wel meer, denk ik. Ik ben Marleen Evert. Ik ben founder van Gold Republic en Annex uh, We hadden het eerste jaar 30 miljoen omzet, geloof ik. Nou, we dachten, dit gaat voor altijd goedkomen. Dan <laughs> de prijs van goud en nog een beetje, nog een beetje. Ik dacht dat ik de goede beslissing nam. De goede beslissing was absoluut geweest gewoon blijven zitten, doorwerken, laten zien wat je kan doen. Ik heb gewoon het schaakspel verkeerd gespeeld. In extreme situaties zou de Nederlandse overheid goud kunnen confisceren. Marleen, welkom. Leuk dat je er bent. Gold Republic, dat is een van jouw ondernemingen. Je hebt meerdere ondernemingen, maar dat is er één die denk ik in Nederland inmiddels behoorlijk bekend is. Ik heb het zelf nou ja, bij Day One langs zien komen, bij podcast. Als je het woord goud kopen intoekt op Google, dan komt het volgens mij al snel uh, bovendrijven. En ik heb je horen zeggen in een, ik weet niet of het nou een interview was of dat het een artikel was. een van de twee. Uh, maar dat er bij Gold Republic inmiddels al zo'n 15 tot 20 miljard aan waarde door het bedrijf is gegaan. Toen ja, dacht inmiddels ik van, wel, uh, wel meer, denk ik. In, ja. in omzet, hè. Dus ja, uh, ja, 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 ja. Dus dat klopt. zijn de mensen die goud bij jullie gekocht hebben. Zeg ja, maar, bij ons vorm. of bij, um, naast ons eigen bedrijf Gold Republic, luisteren ze de software ook aan derden. Oké. Okay. En, um, en dat zijn uh, spelers die echt zichtbaar groot zijn in de wereld. Ja. Uh, en um, nou ja, alles bij elkaar opgeteld dus het, uh, is het behoorlijk wat, ja. En hoe moet ik dat voor me zien, dat, dat licensen? Hoe? Waar moet ik dan aan denken? Wat ze jullie precies aan? Nou, partijen? dat is eigenlijk eigenlijk is het een beetje per ongeluk ontstaan. We zijn gestart met Gold Republic in 2010. Nou, goud ging door het dak, iedereen wilde goud kopen. En uh, toen dacht ik van, wow, dit gaat hard zeg. Nou, we hadden ons software, we hadden geen software, we hadden een soort. Platform gebouwd op derde partijen, software aan elkaar ja. geplakt met pleisters, duct tape, ja, 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 ja. weet ik dan wat. Beetje zoals dit kantoor momenteel als we bij elkaar. La, laten dit laten was, nog, dit ja. was nog een luxe. Ik vind het hartstikke leuk, jongens. Prachtig. Nee, um, ja, en dat, uh, dat, 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 dat piepte en dat kraakte, dus toen zeiden we van nou, we gaan all in. Uh, we stonden, ik stond met uh, de CTO in een, uh, in, een, in een café en ik zei van we bouwen alles opnieuw, helemaal van scratch. Ja. Want we hebben nu de kennis. Uh, we hadden het eerste jaar 30 miljoen omzet, geloof ik. Dus dat was echt, uh, dat was, nou we dachten, het gaat gewoon, Aanziening. dit gaat voor altijd goed komen. Ja. <laughs> <laughs> nou, uh, platform gebouwd, uh, was eind 2011 klaar. Helemaal van scratch. En, um, en toen, uh, ja, toen, het de prijs van goud en nog een beetje, nog een beetje. en... Uh, ik denk uh, begin 2012 was dat min 40%. Pooh. Nou, dan heb je een Ferrari platform en geen transacties. Nou, dat was best lastig. Dus dan dacht ik van ja, nu moeten we wel uh, in actie gaan komen. En dan kan je een aantal dingen doen. Dan kun je gaan diversificeren, je kan andere producten gaan aanbieden. Uh, of je kan andere, in andere markten jezelf de product gaan aanbieden. Maar de goudsector is zo: er zijn eigenlijk maar 10 spelers wereldwijd die dominant zijn. Mm. En dat zijn altijd government-owned uh, partijen. Uh, want vroeger had je de goudmijnen. En daar werd het geld geslagen of de munten geslagen. En um, ja, die, 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 die domineren de markt. Die hebben de markt. De enige reden waarom wij in Nederland de grootste partij zijn... is omdat wij in Nederland naar de toezichthouder zijn gegaan. En we hebben gezegd, we willen een vergunning creëren... voor het aanbieden van fysiek edelmetaal. Dat bestond toen nog niet. En die hebben wij als eerste gekregen. En die hebben we ook een aantal jaren gehouden. Dus dat was de enige reden waarom wij in Nederland... Geen last hadden van die grote spelers. Maar goed, buiten Nederland zouden we gewoon gesmashed worden. Dus ik denk, ja, dat is nou ook niet een hele lekkere strategie. En we moesten meteen geld nou hebben. Hè. Het was niet, uh, het was niet uh, dat we daar heel veel tijd voor hadden je wilden geen run rate van een paar maanden of zo? Het was gewoon. Uh... Nee, want uh, we, hadden, nou ja, we hadden ongeveer 30 miljoen aan edelmetaal in de kluis liggen. Maar uh, dus wel wat recurring fee. Want we verdienen ook op de, op de opslag en verzekering van het edelmetaal. Maar dat was bij lange na niet genoeg om, uh, om de operatie in te kunnen financieren. Dus toen dacht ik van ja, en nu dan? En toen zijn we naar die uh, top 10 spelers gegaan. En uh, we hebben, ik denk, de top vier spelers die uh, speler die zei direct van uh, ja is goed let's do it ja. en uh, dat is eigenlijk onze redding geweest we hebben echt jaren ze, ze draaien nog steeds op ons platform maar we hebben jaren ons platform kunnen ontwikkelen helemaal kunnen fine-tunen alles kunnen leren van de markt en uh, en, uh, en het IP altijd zelf kunnen houden dus ja. dat uh, tof en als ik het dus goed begrijp gebruiken zij echt een soort van de uh... Infrastructuur die jullie gebouwd hebben, zeg maar? Ja, echt het softwareplatform ja. wat wij, uh, wat wij gebouwd hebben. Dus zij hebben echt letterlijk ja een kopie van Gold Republic. Ja en die heeft hun eigen kleurstelling en natuurlijk zitten hun eigen kanalen daaraan vast waar zij het edelmetaal inkoop. Zij Overigens winnen zelf uh, goud, dus uh, en zij produceren en refijnen zelf goud, ja. um, hun trading, hun hedging, hun suppliers cetera. Die zijn van hunzelf, maar het softwareplatform waarbij zij echt naar nou, honderdduizenden klanten eigenlijk uh, bedienen, dat is ons platform. Um, maar ook waar ja de, de de allocatie noemen we dat, dus van wie is welk edelmetaal en waar ligt het en uh, welk baarnummer heeft dat wat in ons platform heel uniek is. Um, dat is van ons. Wow. Ja. Is dat inmiddels een groter verdienmodel dan het goud zelf? Want ik kan me voorstellen dat dat best wel serieus... Ik bedoel, zonder die software kan zo'n bedrijf niet op die manier service bieden. Nee, klopt. Een belangrijk klopt. onderdeel. Ja, het is ook echt een, het is een core systeem natuurlijk. Dus, uh, dus ja, we verdienen daar serieus geld aan. En het goede wat we hebben gedaan toen... Want toen namens het, we waren we een soort van petproject. Ja. Uh, en toen hebben we kunnen onderhandelen dat we ook een, een percentage van de omzet mee konden verdienen. Dus dat we top. mochten een klein, heel klein beetje mee ondernemen. En uh, dus dat is voor ons best een serieuze inkomstenstroom geworden. Maar oh. inmiddels is onze, uh, onze, onze eigen inkomsten, uh, bij far, uh, uh, dat overstegen. Ja. ja. Oké, okay, kijk, nice. Nederland is aan het goud. Nederland is aan het goud, dat had Mooi. ik dus nooit verwacht. Nee. Het, uh, Wie ja. wil er nou goud kopen in Nederland? Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MetomP-rolling. Met om maakt personeel aannemen eenvoudig en voordelig. Ja. Zonder de goudmaximalisten te beledigen. Goud is wel wat Calvinistisch. Het is wat veilig en, zo. en Nederlanders ja. staan voorop in het zijn van Calvinistisch. Nee, nou ja. Wacht heeft, dus nog? Er is een verschil. Goud of fysiek goud? Je hebt natuurlijk ja. heel veel vormen hmm. van goud. Ja. Oké, okay, vertel dan. Wij benieuwd. verkopen fysiek goud. Bij ja. ons koop je het baargoud. Je koopt het juridische eigendom van een, een fysieke baargoud, zo'n broodje. Ja. Ligt weliswaar opgeslagen in een kluis. Het wordt beheerd door een derde. Maar feitelijk kan je die ieder moment uit die kluis ophalen. Nou, wanneer koopt iemand fysiek goud? Daar betaal je best wel een premie voor. Uh, meer dan wanneer je een goud ETF of uh, unallocated goud, dat noemen ze ook, uh, dat komt ook wel eens voorbij. Wanneer koop je dat nou? Dat koop je eigenlijk als je helemaal niks vertraagt. Heb ik me ook niet gerealiseerd bij de way, voordat ik aan begon. <laughs> um, dat koop je eigenlijk als je, als je helemaal als je echt jezelf wil verzekeren tegen het allerergste wat er kan gebeuren, Lees, oorlog, extreme inflatie, bankruns, um, eigenlijk ja, die, die, best wel eigenlijk de engste, de naarste dingen die je kan voorstellen, dat is vaak een motivatie waarom mensen fysiek edelmetaal kopen, fysiek goud. En uh, zeker weten, wij doen ook zilver en platen, maar goud is, is daar de belangrijkste van. En nou ja, welke landen lopen dus voorop? Of tenminste, in welke landen zie je echt een goudcultuur? Nou, dat zijn de uh, landen waar in het verleden veel oorlog is geweest, hyperinflatie is ja. geweest. En, ja. nou, lees Turkije, lees Duitsland, lees. Dus, dus, en in Nederland, nou, we hebben natuurlijk wel de Tweede Wereldoorlog en Eerste Wereldoorlog gekend. Maar toch zie je dat, dat die echte core goudcultuur die, die was er niet. Het lijkt wel te veranderen. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Ja, ik denk het ook. <laughs> De ik denk dat er enigszins. Ja, dat, ik denk wel enigszins. Een klein beetje wantrouwen naar. Waarom hoe overheid. denk je? Ja, okay. ja, ik denk dat er gewoon. Eigenlijk sinds corona denk ik dat er wel voor. En dat kan ook wel een beetje zijn dat mijn eigen bubbel dat meer geworden is. Maar een groot wantrouwen ontstaan is naar het stukje politiek. Veel meer bewust zijn over de invloed van economische toestand ja, op je eigen ja. toestand en hoe daar weerbaar tegen te zijn. Ja. En dan is een stukje goud, diversificatie, crypto zijn dingen die denk ik heel ja. snel interessant worden. Ja, nee, dat, dat zien wij dus ook. En het is, wat je eigenlijk ziet is dat de nieuwe generatie, die zijn veel bewuster met wat moet, waar moet ik nou, waar is, wat, wat is mijn positie over twintig jaar? Plot. Veel meer dan mijn generatie bijvoorbeeld. Wij ja. leende onge, ongelimiteerd. Ik kreeg zeven keer mijn jaar salaris aan de hypotheek. Ik hoefde ja. niks in te brengen. En um, ja, de nieuwe generatie ja, die moeten wel echt gaan nadenken. Ze serie, moeten serieus gaan nadenken over hoe ga ik dit doen met mijn pensioen? Of hoe ga ja. ik. Uh, is er überhaupt nog een pensioensysteem in Nederland? Um, dus, dus je ziet wel dat daar een verandering is gekomen. Daarnaast is er veel meer informatie online te krijgen. Mm -hmm. um, en de cryptomarkt is gekomen. Wat natuurlijk het digitale goud is. En wat je zag, is dat eigenlijk met de opkomst van de crypto markt, ook de goudmarkt, omdat wij hem gedigitaliseerd hebben, um, op, opeens in beeld kwam. Ja. Dus wij hebben waar wij tot 2019. Onze doelgroep volledig bestond uit 55-plussers, blanke man wonend in de Randstad. Nee, ja. Hebben wij opeens in waarde... Nou, dat overstijgt bijna het, het, de waarde van het eten metaal wat deze blanke 55-plussers uh, uh, aanhouden. De doelgroep van 18 tot 25 jaar, en ik zeg bewust 25 jaar, want daarboven wordt het alweer minder. Ja? Die, die overstijgt inmiddels die 55-plusser en dat is best wel bizar. Ja. Dat had ik niet zien aankomen. En, en komt dat wat meer door de massa, dus echt de hele generatie onder de 25 uh, die, die wil dat graag aanschaffen? Want uh, een, een 55-jarige die heeft over het algemeen meer vermogen dan een 18-jarige ja. jochie. Klopt. Um, maar En daarom kun je je voorstellen wat dat met ons systeem heeft gedaan. Hè? Dus wij moesten, god, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Je mag alles, uh. alles zeggen. Gelukkig hadden wij dat Ferrari platform. Want voor ons ja. maakt het echt niet uit of je voor 50 euro goud koopt, of voor 5 miljoen, of 100 miljoen, of wat dan ook. Dus um, je kunt je voorstellen hoeveel meer mensen, accounts, ja. transacties... Um, ja, dat is gewoon ontploft uh, uh, vanaf 2019. Dat cool. uh, Hele willekeurige vraag die ik nu heb. Misschien kun je het ook niet zeggen. Hè, maar je zegt net even, uh, 50 euro, 5 miljoen, 10 miljoen. Voor wat voor bedragen kopen mensen in één keer goud? Gebeurt het echt dat mensen voor 10, 20 miljoen aan goud kopen, gewoon dat in één keer? Dat komt wel eens voor. Uh, niet heel veel. Nee, nee, dat geloof ik. Mm. Maar het is wel zo dat uh, 30% procent van. Zeg ik nou goed, 30% van onze, ons kluisvolume, wat inmiddels een half miljard is, ja. uh, wordt gehouden door klanten die een positie hebben van 250.000 en meer. Dus, um, ja. dus ja daaronder, dus die 70%, dat zijn dus grammetjes. Ja. ja, daar zit ik bij. Fantastisch! Ik heb ook voor een paar honderd dan. euro gewoon. Ja. Ik heb wat zilver en wat uh, goud. Zo'n een beetje de Pareto-principe. 70, 80%. Ja, voor, eh, voor meestal is het moest. andersom. Meestal is het een kleine groep die voor het groot, die voor uh, de 80% procent, uh, zorgt, ja. Ja. dus um... je, ja. Ja, ja. En um, je gaf net aan van nou uh, op een gegeven moment: hè, je kan echt zo'n brood-goud zeg maar kopen. Zeg maar zo'n pakket zo ja. um, goud is een, een kilo. Ik weet niet of dat ook dan gelijk een kilo is, of hoeveel is zeg maar zo'n plaat? Ja, nou verre, dus uh, ik ben ik ben. Ook als leek, echt letterlijk, in deze branche gestart. Ik ben met goud uh, begonnen om een hele andere reden, maar dat, dat vertel Kom, ik later we wel. Ja, op, ja. Um, maar verreweg de meest efficiënte manier van fysiek goud kopen, is uh, dat noem je standard bars. En dat zijn baren van 12,5 kilo, 400 trojaans 12,5 kilo. Met de koers van, uh, van vandaag vertegenwoordigt ongeveer 700.000 euro. Ja. Um, dat kan niet iedereen aanschaffen. Nee. Dus, um, dus wat wij hebben gedaan is je kan of een hele baar goud uh, kopen, of je kan een fractie, dus je kan mede-eigenaar worden van zo'n baar. Of je zegt van nee, maar ik wil wel alleen maar een kilo houden, wat inmiddels ook al 60.000 euro of rond 60.000 euro is. Uh, of je kan zeggen, ik wil uh, een grammetje of een trojaans houden. Uh, alleen dan ga je dus wel het maakloon van die baren betalen. Mm. Want die baar die ligt daar. Daar ligt een baar met een nummer in de kluis namens jou of een hele groep mede-eigenaren. Um, dus, maar wij zeggen altijd van het voor het juridisch eigendom maakt het niks uit. Of je nou mede-eigenaar bent van een hele baar of een 100% eigenaar bent van één baar. Dat maakt niks uit. Wanneer is het vervelend? Als je, op, je kunt je voorstellen 700.000 euro met uh, een hele hoop mensen die 50 euro per, uh, uh, nou ja, uh, per persoon bijvoorbeeld hebben aangekocht. Als het fout gaat, want dan moet je met alle mede-eigenaren gaan beslissen wat je met die baard doet. Want ja, je kunt hem nou, bij wijze van een stukken zagen. Ja. Mm -hmm. je, kan, uh, je kan hem verkopen en dan de opbrengst verdelen, maar je moet, het wel, je moet wel met z'n allen eens zijn wat dan te doen. Dus, um, dus dat, is, um, dat is hoe we daarmee omgaan. Ja. Zou je zou ik, zeg maar, als ik, uh, ik heb toevallig uh, 700.000 euro op de bank. Ja. Zou ik dan ook kunnen zeggen van luister, ik koop dan eens zo'n een bar? Ja. Maar die wil ik ook graag gewoon een keertje vasthouden. Oh doen. ja, zeker. Wij gaan met onze grote klanten om, met enige regelmaat naar de kluis. Um, waar waar, waar ze, nou, Moet je er niet heel veel De kluis, die ziet er. <laughs> Niet meer sexy uit dan deze ruimte. Dat kan ik je wel zeggen. Ah, maar sexy. het zijn over het algemeen. <laughs> er ziet er veel minder sexy uit. Oh, okay. um, nee, over het algemeen zijn het extreem grote bunkers, altijd in de buurt van een vliegveld. Uh, zwaar, zwaar, zwaar beveiligd. Dus ja, het is niet ja. een heel gezellig uitje of zo. Je zit in het licht. En nou, vervolgens komt er een. Hoe uh, zo'n zo truckje voorbij rijden. Die uh, hele grote. Want het is hartstikke zwaar, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Die dat goud en. In of, nou, kunnen ze dat bekijken. Dus dat doen wij met regelmaat. En we hebben ook wel zeker mensen die grotere posities houden, die eigenlijk onaangekondigd langskomen en vragen van ja, ik wil mijn baren even zien. Onaangekondigd langskomen kan niet zomaar. Hè? Dus we moeten ze natuurlijk aanmelden daar. Uh, maar bewijs van ja, ze bellen op: zegt: ik ben nu in uh, Zurich of ik ben nu in Frankfurt of ik ben nu in Amsterdam, ik wil graag. Uh, mijn goud zien, nou ja, dan bellen wij onze, uh, de, de kluisbewaarder op, eigenlijk. Dat is een onafhankelijke partner. En dan maken we daar een afspraak en dan kan die persoon zijn goud gaan bekijken. Want waar gaat het nou om? Alleen, jij hebt het eigendom van het goud alleen als je aan kan wijzen welke paar van jou is. Dus als er een nummer in de baar staat, jij kent dat nummer en dat nummer is geleverd aan jou. Weet je dat niet, wat in heel veel gevallen zo is, um, dan ben je, geen, ben je geen eigenaar van het goud. Dan ben je eigenaar van een pool en die wordt over het algemeen, staat die op de balans van een onderneming of uh, ja. van een fonds. Um, en daarom is dat zo belangrijk. Dus zeker mensen die grote hoeveelheden aanhouden, daar, uh, ja, die, uh, die gaan wel eens kijken. Er zijn natuurlijk wat kosten aan verbonden. En sommigen nodigen we uit. En ja, de wat kleinere houders die, uh, die doen dat niet, maar als ze ervoor zouden betalen, mochten ze prima een keer gaan kijken. Kan ik dat een beetje vergelijken met crypto's hebben op een eigen ledger? Of bijvoorbeeld bij een derde partij die dan wel laat zien van nou je hebt zoveel bitcoin, maar eigenlijk heb je gewoon een schuldvordering op dat bedrijf die... Je hoopt die bitcoin ergens op de achtergrond. Ja. Heeft, wat bij FTX niet zo bleek te zijn, en dan ben je ja. helemaal de pineut. Ja, wij zitten, we hebben ook wel eens nagedacht: van ja, moeten wij niet een, een, een dienstverlening gaan aanbieden waarbij we ledgers gaan opslaan. Want dat kan natuurlijk ook. Ja. Die kun je ook nummeren, die kun je ook in een kluis leggen. Uh, je kunt andere vormen van waarde op die manier eigenlijk verhandelbaar maken. Maar in feitelijk is dat hetzelfde. Um, er zijn inmiddels wel dienstverleners waarbij je je eigen, je echte eigen storage kan houden. Waarbij je dus niet in de pool van de crypto zit, maar waarbij je mm -hmm. je eigen. Ja, precies. Uh, wallet heb. En dan heb je wel. Het gaat over, over, nou ja, kun je aanwijzen wat van jou is? Ja, ja. Not your keys, want, not uh, your crypto? That, uh, <laughs> die yeah, yeah, yeah. die ja. mooie phrase. Nog, nog één vraag hierover. Want ik denk dat we dan zometeen ook over wat meer over jouw verhaal gaan hebben. Ja, want daar uh, heb ik ook een interessante vraag over. Precies. <laughs> is het dan, want je noemde net ook een paar andere landen, is het dan zo dat jullie uh, in de buurt van vliegtuigmaatschappijen of vliegvelden, dat jullie daar uh, ook in andere landen kluizen kluis hebben zitten en zo. Of is het alleen in Nederland? Nee, we hebben in drie landen. Wij zelf hebben in drie landen kluizen uh, staan. Of tenminste, niet wij, maar onze dienstverleners. Yeah. Uh, en wij bieden de mensen die bij Gold Republic uh, goud kopen of edelmetaal kopen. de mogelijkheid om te kiezen in welk land ze hun edelmetaal willen opstaan. Nou, we hebben een hele grote Duitse markt. Uh, dus die over het algemeen. Uh, vinden, sommige mensen vinden het gewoon prettig om het heel dicht bij huis te hebben. Toch wel. En sommige mensen die kijken juist weer anders. Die denken van ja, what if, als het echt, echt helemaal fout gaat. Nou, bijvoorbeeld Nederland kent de noodwet financieel verkeer. In extreme situaties zou de Nederlandse overheid uh, goud kunnen confisceren. Nou, dat is een reden... Um, dat is echt een extreme situatie. Maar die wet is er wel. Dat wist ik niet. Dat is een reden waarom eigenlijk het grootste deel van onze klanten... hun edelmetalen in Zwitserland opslaat. Snap ik. Dus, um... Is dat dan ook... Ja, dit is echt een nerdy vraag hoor. Maar ik heb ooit een film zitten kijken. Tenet. Ik weet niet of je die film kent. <laughs> ja, toevallig. En daarin gaan ze dan ook gaan ze kunst bekijken. Maar dan heb je een soort van ook een gekke opslag. Volgens mij ook in Zürich. En dat zit dan... Een soort van op het vliegveld. Maar tussen de... Grenzen in. Dus het zit eigenlijk ook niet ja, in Zwitserland. Het zit een soort van in een No Man's Land. Ook weer omdat dat dan volgens mij belastingtechnisch interessant is. Want je zit niet echt in de belasting. Is dat dan zo'n soort plek waar jullie ja, ook klopt. zitten? Ja, uh, Zeker. Um, dat is eigenlijk meer relevant voor zilver, maar ook voor kunst. Um, of ieder goed wat btw belast is. Goud is vrijgesteld van, van btw. Omdat het mm -hmm. als ja, soort van betaalmiddel of munteenheid wordt gezien. Uh, maar zilver en platina zijn btw belast. En als je dat dus importeert, uh, eigenlijk is het een douane-antropo, noem je dat. Dat is een soort van doorvoerhaven. Vanaf dat moment kan het weer ergens anders en naartoe gaan. Maar dat, dat ligt dan in een douane-antropo tot het eruit wordt gehaald. En dan moet je wel BTW afrekenen. Ja. Mm. Dus heel veel mensen die zilver of platina kopen, die kopen dat aan. Dan wel in Frankfurt, dan wel in Zurich, omdat ze dan eens een douane-antropo kunnen opslaan. Ja. Ja. Interessant, nice. Hey Marleen, ik wil een klein beetje terugspoelen, helemaal naar, ik wil zeggen, in het begin. Want ik was wat onderzoek naar jou aan het doen. En toen kwam ik tegen dat jij, je bent opgegroeid op Curaçao. Klopt. En toen jij 17 jaar was, was je al mede-eigenaresse van zeven bars en restaurants. Ja. Nou, dat prikkelde mij direct. Omdat ik dacht, <laughs> hoe komt de 17-jarige in hemelsnaam daarbij? Dus kon je ons een beetje meenemen van waarom groei je op Curaçao? Wat doe je daar precies? En hoe kom je uiteindelijk bij zeven bars en restaurants? Want op 17-jarige leeftijd zijn de meeste mensen. Ja, aan het studeren, een beetje blo misschien. Ja, nou, ik had, uh, ik had en wel, ik, ik heb altijd wel ondernomen. Ik heb alles verkocht, los en vast zat, hmm. vond ik leuk. Uh, maar ik werkte ook altijd. Al zo snel als ik kon, mocht ik, uh, mocht ik aan het werk. En ik uh, werkte in een uh, onwijs leuk café, Café de Tropen op Curaçao. Zullen heel veel mensen kennen, in ieder geval van mijn leeftijd. Hmm. Um, en uh, ik werd verliefd op de eigenaar. Dus um, dat was ook nog niet zo'n probleem. Maar het was wel een probleem dat hij echt significant ouder was dan ik. Dat vond mijn vader niet zo leuk. Dus, die, um, dus ik heb een hele slimme vader die dacht van ja, dit vind ik niet tof. En um, zij gingen toen uitbreiden. Uh, en toen zeiden van wil jij niet uh, mee investeren? Ik was 17. Ik ja, dacht tuurlijk wil ik dat. Echt. <laughs> het was echt, op dat moment was het de kroeg op Curaçao. En toen heb ik geld geleend van mijn vader en toen heb ik mee geïnvesteerd. Maar op dat moment realiseerde ik me dat niet. Maar het was natuurlijk maar één doel wat hij had, was zij moet onafhankelijk blijven. Zij ja. moet op, zij moet op gelijke, gelijkwaardig niveau met hem uh, in een relatie kunnen zijn. Nou dat, nou, dat ging dus van één naar zeven restaurants. En um, voorwaarde was wel dat ik ging studeren, maar dat had ik zelf ook al bedacht. En um, nou, op een gegeven moment was ik in Nederland, die relatie ging uit. En na een periode dacht ik van oké. Okay, het wordt, ik had, we hadden alles gezien wat we konden wat, 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 qua horeca zijn dan. En uh, ik dacht van, nou, misschien wordt het tijd dat ik mij, uh, mijn aandeel uh, daarin verkoop. En ik besloot dat in een week. En ik krijg diezelfde week nog een telefoontje van de secretaresse van mijn vader. Zeg maar, Leen, ik rijd nu langs de tropen en het staat in het brand. Ik was letterlijk in Nederland de eerste die het wist. Terwijl dat op Curaçao zich afspeelde. Nou, toen wist ik al van ja, dat uh, gaat tot edige problemen leiden. En uh, toen bleek ook dat eigenlijk de tropen, dit, dit hele kleine horecazaakje, die financierde eigenlijk al die zeven restaurants, al die zeven barren. Nou, toen hebben we toch wel, dat was mijn beste universiteit die ik ooit heb kunnen, mm. kunnen bedenken uh, en mogen hebben. En uh, nou, dus toen heeft het nog jaren geduurd voordat ik eruit kon stappen en heb ik weer uiteindelijk wel mijn vader netjes terug kunnen betalen en uh, niet heel veel winst gemaakt <laughs> maar wel heel veel geleerd. Ja, ja ik, uh, want hoe werkt dat op dat moment? Want je zegt je gaat wel studeren. Ja. Ging je dan in Nederland studeren? Ik ging in Nederland studeren. Ik ging een hotelschool doen. Ja. Um, en uh, ik heb, nou ja, toen op eigenlijk het moment dat ik besloot van ja, ik ga niet in de horeca verder, uh, toen dacht ik, van, nou dan ga ik solliciteren. En toen toen kwam ik eigenlijk achter dat alles wat ik een klein beetje interessant vond, dat er wel een academische voorbereiding voor werd gevraagd. Toen dacht ik van oké. Okay. En toen heb ik bedrijfskunde uh, gedaan, uh, finance. Um, maar wel heel erg versneld. Want ik was eigenlijk wel een beetje klaar met studeren. Ik wilde gewoon beginnen met werken. Ja. En hoe? Um, want je zei uh, eerder al, hè, je hebt op een gegeven moment alles gezien in de horeca. Ik kan me voorstellen dat je hotelschool gaat doen, omdat je in de horeca bezig bent. Ja. Finance? Was dat omdat je het idee had van, nou ik wil de boeken wat beter begrijpen of zo, want Dat is best wel weer een, denk ik, een stap de andere kant op. Uh, eigenlijk, kijk, het, het, het gewenste antwoord zou waarschijnlijk zijn van ja, omdat ik de boeken wat beter wilde begrijpen. Nee, het, het lag me het makkelijkst. Ik kwam ik ah, heel okay. goed uit de voeten met ja. cijfers. Ik dacht eigenlijk dat ik veel meer algemeen was, dat ik marketing, vakken als marketing, sales, et cetera, um, um, leuk vond. Um, het verschil is dat, dat je dat soort vakken moet je echt leren. Ja. En uh, alle vakken die met uh, cijfers te maken hebben, die moet je begrijpen. En als je het dan eenmaal snapt, dan kun je er gewoon vooruit. En Dus het was eigenlijk, uh, ik wil gewoon zo snel als mogelijk er vanaf uh, en, uh, en verder kunnen. En, uh, en daarna zoveel mogelijk doen. Dus, uh, ja. Als jij de kracht van TikTok en short van video voor je bedrijf niet gebruikt, dan loop je echt iets mis. Het is er namelijk nog nooit zo makkelijk geweest... om honderdduizenden mensen te bereiken via social media. En dat kan zorgen voor een boost in... Nieuwe klanten. Je branding. Employee branding. Het vinden van partners. En nog veel, veel meer. En je weet het waarschijnlijk niet, maar als je op TikTok zit... dan heb je de video's van dit bedrijf met 100% zekerheid wel eens gezien. Ja, ik sprak met Sven en Laurens van de Socials. Zij zijn het bedrijf achter al die video's... die jij op je viewpage tegenkomt. Van de Socials maakt meer dan 200 video's per maand... En zo hebben ze het afgelopen jaar meer dan 140 miljoen views behaald voor de bedrijven. die zij helpen met organische TikToks. Je maakt een voorsprong op je concurrenten. omdat de meeste bedrijven nog achterlopen met social media marketing in Nederland. Dus ben jij benieuwd wat TikTok voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ze op via de link in de beschrijving. en ontdek de kracht van TikTok. Je hebt dan op een gegeven moment die uh, zeven bars en restaurants. Uh, niet alleen, maar wel samen. Um, hoe ziet het op een gegeven moment. Dan jouw leven eruit. Want toen je begon met studeren, hoe oud was je toen? Ik was uh, 18 of 19. Ja, 18 zoiets. of 19. Uh, dan heb je dus nog een periode hè, dat je 17 en 18 op Curaçao bent, eigenaresse van die bars en restaurant. Hoe was jouw leven toen? Wie was Marleen toen vergeleken met nu? Hoe, als we even teruggaan, hoe was jouw karakter destijds? Nee, ik denk niet heel anders dan nu als ik heel eerlijk ben. Uh, het was wel zo dat ik eigenlijk. Met hindsight zou ik, zou ik niemand aanraden om, om uh, ah, zo'n jongens om uh, een relatie te hebben waar zo'n leeftijdsverschil in zat, um, maar ook een, een, een verantwoordelijkheid. Nou ja, dat was op zich niet eens zo heel veel het probleem. Maar je, je wordt heel snel volwassen. Je moet gewoon, nou, ik weet nog wel dat ik, uh, ik, bon, <laughs> ik was eerst barmeisje en vervolgens was ik eigenaar. Dat is en uh, ja, ook nog van geleend vel, geld van mijn vader. Mm -hmm. Nou. Dan kun je je wel voorstellen wat iedereen daar in de eerste van misschien van zou kunnen denken, daar had ik eigenlijk niet zo last van. Dat was niet zo'n probleem. Want als ik één ding echt heel goed kan, is het keihard werken. Maar ik was wel 17. Ik had eigenlijk nog niks gezien van de wereld. Dus ik, nou, ik weet wel dat ik gewoon uh, met, met mijn uh, co-eigenaren, dat waren vier heren. Mm -hmm. En uh, dat ik wel in het begin moeite had om een plek daartussen te, te krijgen, omdat zij. Ja, significant ouder, waren, meer ervaring hadden, alles meer hadden. En, uh, maar dat, ja, dat, dat is wel gelukt. Dus ik denk niet dat ik heel anders ben dan nu. Ik denk dat ik uh, ben geweest dan nu. Uh, wellicht moest ik gewoon wat sneller volwassen worden dan, uh, hm. dan, uh, dan ik... Ja, nou ja, dat nou, was ook niet zo'n probleem. Nou ja, dus op een gegeven moment zie je dus bij jezelf, oké, okay, uh, wat je al, altijd hebt gehad, je bent die harde werker. Dat kan je makkelijk. Op een gegeven moment kan, kon ik een beetje een rol veroveren, toch wel hè, binnen die uh, grote uh, tesseron bubbel. Um, maar wat, uh, wat was precies jouw rol dan? Wat, ho, hoe zat, zat jij zeg maar, tussen die andere mannen? Nou, we waren gelijkwaardige partners, dus in, in, in aandelen. En um, ja. Eigenlijk gewoon, het voelde eigenlijk heel erg in balans. En ik denk wel dat, uh, dat ik als snel, nou, ja, we waren keihard aan het groeien. Er was helemaal niet zoveel tijd om überhaupt discussie, ruzie of we waren super lekker op elkaar ingespeeld. En. Uh, ja, we hebben gewoon knijterhard hard gewerkt in die periode. En ook meegewerkt. Uh, en en horeca is hard werken. Ik wil. Yep. Ja, en, en, en daarnaast, ja, ik heb me best wel uh, gefrustreerd toen ik naar Nederland ging. Dat ik het dus achter moest laten. Want je, ja. je voelt je verantwoordelijk. Je wil gewoon je wilt niet de rest in de steek laten. En jij, ja, dus op afstand nou, Mijn vader werkte toen in de luchtvaart. Ik heb, uh, ik denk, het eerste anderhalf jaar dat ik in Nederland woonde. Nou, er zijn uh, weekenden geweest dat ik op en neer ging. Uh, ja. ik, vloog, ik vloog dus uh, IPB, uh, in die plaats beschikbaar. Maar ik, ieder moment dat ik kon ging terug. Ja. Gewoon om mee te werken. Oh. En even voor de mensen thuis naar uh, Curaçao met een vliegtuig is ongeveer 8 uur. Hè? Mm, iets meer. 9 à 10 uur. 9 à 10 uur. Het zijn geen lichte vluchten ik om even een, een weekendje te doen. Hey, ja. Dan ben je klaar met je studie. Maar dan besluit je niet weer door te gaan met het ondernemen volgens mij. Hè? Nee, ik nou. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen na die studie? En wat ik toen heb gedaan, was. Uh, ik dacht, ik, moet, ik wil eigenlijk. Het ondernemen trok me toch wel. En ik denk van ja, maar ik wil, ik wil leren van een hele grote ondernemer. En wat ik toen heb gedaan, toen dacht ik, van wie ken ik nou? Of tenminste, wie, wa, wie was op dat moment bekend? Het was 2001-2000, ja zoiets. Um, dat was Joep van nieuwe huizen. de bedrijvendokter van Nederland. Later is het ja, toch een andere kant op gaan, Joep. Maar um, ongelooflijk uh, inspirerende man. En uh, ik dacht, ja, ik moet leren. Echt, hè. ik wil ondernemen. Kon ik wel, dat wist ik, maar ik wil leren van iemand. En uh, toen heb ik hem een brief geschreven. Ik zei: Van ja, ik wil leren. Dus hij nodigde mij uit op kantoor. Ik naar hem toe gegaan. en hij zei: Nou, oké, okay, leuk. Wat kom je hier doen? Ik zei: nou, Ik wil voor jou werken. Hij zei: Oh. Hij zegt ja, maar en wat wil je dan allemaal? Nou, Dus ik vertel en ik wil, uh, nou, ik ben in Nederland komen wonen, zei van ja, maar uh, lieve vriendin, uh, hier gebeurt het helemaal niet. Het gebeurt in China. Je moet naar China. Toen dacht ik, oh nee. Naar <laughs> uh, China? Nou ja, ik heb ja gezegd. Uh, ik zou um, de, de, de finance kant gaan opzetten van een golfresort wat joep in, in Nanchang, dat was een onbekende stad in China. Uh, mm. Uh, zou uh, ontwikkelen. En ik moet zeggen dat ik een behoorlijke hartslag kreeg bij de gedachte dat ik naar China zou gaan. Niet omdat ik naar China zou gaan, maar omdat um, de switch van Curaçao naar Nederland voor mij vrij pittig was geweest. En toen dacht ik, dan ben ik eindelijk, eindelijk gewend hier. Eindelijk vind ik het hier leuk en nu ga ik weer zelf het weer aandoen. Nou ja, helaas is het nooit zo ver gekomen dat ik ben gegaan, want um, de financiering liep uit en liep uit en liep uit. En toen op een gegeven moment stopte het project. En um, tegelijkertijd werd ik toen gevraagd uh, via een dispuutsgenoot van mij. Van, Goh, wil je niet bij Deloitte werken? Want um, dat team dat heeft uh, goede mensen nodig. Mm -hmm. En dat heb ik toen gedaan. Maar het was wel, ja, eigenlijk zou ik denk ik dat iedereen aanraden. Als je wil ondernemen. En als je nog, ga met iemand meelopen. Ik ja, heb ja. zoveel geleerd in die tijd. Wat, Oké, okay, je zegt ik heb veel geleerd. Kun je iets nog opnoemen wat je kan herinneren wat je hebt geleerd? In <laughs> ja. die periode? Ik denk, ik denk het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is de manier hoe Joep ergens binnen kwam lopen. Oké. Okay. Die pakte gewoon de zaal. Die is zo sympathiek dat iedereen alles, maar dan ook alles deed om iets mogelijk te maken. En dat, dat is echt. Hij is zo charismatisch. Dus hij is zo. Ik ben wat meer introvert. En ik, ik, weet je, maar gewoon hoe hij dat doet. En authentiek, dus niet gemaakt. Ja, ik denk dat ik. Dat, er zijn nog veel meer dingen die ik van hem heb geleerd. Maar ja, dat, uh, wat ik ook heb geleerd, is dat je, uh, ja, je moet niet. Uh, uh, hoe noem je dat? Overmoedig worden. Op een gegeven moment als iedereen maar ja tegen hem blijft zeggen, ja, dan je wel eens beslissingen nemen die, die je misschien niet zou moeten nemen, zeg maar. Ja. Maar dat, uh, dat, dat, dat is denk ik wel een van de meest bijzondere. En een andere die ik heb geleerd, niet zozeer van hem, maar wel van het werken met uh, mensen uit de cultuur die je totaal nog nooit hebt gezien of gekend. Uh, Chinezen in dit geval, die echt nog niet heel erg vaak buiten hun stad waren gekomen. Uh, ja, dat, was, dat, was wel, dat was wel ingewikkeld met tolken. En, nou ja, dat, ja, dat, ja. Was, dat was wel heel bijzonder. Mooi. Ja. Mooi. Hey, dat project gaat dan niet door. Dan ga je aan de slag bij Deloitte. Blijf je daar lang hangen of ga je daar... Zo, dat was even, even slikken, ja. Ja? Ja, nee. Je bent in ieder geval niet ineens meer gelijkwaardig aandeelhouder. Zodat je dat nee. <laughs> zeg maar. maar ik had wel mazzel. Want uh, de partner van van binnen Deloitte werk je allemaal voor partners. Ja. De partner waar ik voor werkte was echt een ondernemer. Die, on, die was ook ondernemer naast zijn partner ja. zijn. En uh, ja, die had al wel vrij snel door van... hé, hey, zij kan wel wat en zij vindt het leuk. Dus eigenlijk was ik al heel snel de spreadsheets voor hem aan het bouwen... en uh, de plannen voor hem aan het schrijven... en mee aan het gaan naar zijn afspraken. Wat natuurlijk een beetje... Ja, achteraf denk ik was dat dan de bedoeling. Maar ik heb wel veel van geleerd en ik heb er wel ja en ik denk dat ik ook wel wat bij kunnen dragen daarin ja. Want wat wordt je wat is jouw rol precies op dat moment? Want je komt natuurlijk een beetje uit het horeca leven, dan ga je een project doen in China voor een, een golfresort was het volgens mij. Ja, dag. je in de Bij Deloitte busknulpen. is het meer Financiën draaien. Ja, ik werkte op de Structured uh, Finance afdeling, dat is een onderdeel van corporate finance. En ik werkte mee aan een cross-border lease, waarbij <laughs> het rioleringssysteem van veertig Vlaamse gemeenten uh, in een sale- en lease-back-structuur uh, zat. Okay. Nou, wat was mijn rol? Ik kwam als je binnen Deloitte, als je binnenkomt bij je niks, dan uh, moet je uh, doe je dd en je doet. Uh, uh, ja, ik heb uh, ik had wel een heel leuk team, maar ja, dan ga je, ga je gewoon je mond houden en heel hard werken. Ja, mm. dat ga je doen. Hoe lang blijf je dat doen bij die mensen? Nou, uh, dat, um, uh, er kwam een wetswijziging. En uh, Bush, die, uh, de Bush administration, die, uh, die besloot dat die cross-borderlies niet meer mogelijk was. Dus uh, wij, ik denk na anderhalf jaar um, stopte dat project. En toen dacht ik, dat was in de tijd dat. En de mol verkocht werd. En uh, ik heb heel veel liefde voor alles wat met film en muziek en, en van alles en nog wat te maken heeft. Ik denk, ik moet echt, wat doe ik hier? Ik bedoel, ja. Uh, Financiën en de mediawereld is net iets anders. Dus ik heb uh, mijn baan opgezegd en uh, gesolliciteerd bij Animal. En daar kwam ik, was ik gesprek 1. En, oh nee, Talpa werd, werd toen opgericht. En daar wilde ik ja. eigenlijk terechtkomen. Daar kwam ik niet tussen. Dus dacht ik, dan ga ik naar Endemol. <laughs> Want die werd toen de productiemarktspij. Uh, ik weet niet precies hoe dat zat. Anyway, ik zat gesprek 1, 2, 3, 4. 5. Ik werd helemaal knettergek. Echt. Uh, en uh, gesprek 9 gehad. En toen werd ik gebeld door een, uh, een vriend. Die was Headhunter. En die zei, Marleen, I've got a problem. Kun je alsjeblieft even naar Optiver gaan? Ik zei, Optiver wat? Wie is dat? Um, nou, hij zegt, ja, handels, uh, handelshuis, super interessant. Um, Ik zo, ik ga helemaal niet in de finance sector werken. Ik wil daar niet heen. Hij zei, nee, maar ik moet gewoon even. Iemand gaat, want hij moest zijn, zijn tick the box, uh, <laughs> dat hij genoeg mensen daar naartoe stuurde. Oh, ja. Dus, uh, nou ja, oké, okay. ik zei, oké, okay, fijn. Ik, ik, ik kwam te laat en uh, ook niet voorbereid uh, binnen. En... Um, ik kom daar binnen en ik zat in mijn gesprekken bij Animal. En ik kwam er binnen en ik kreeg een rekentest onder mijn neus. <laughs> Ga de nice. test maar maken. En zei ik: rekentest. Dus zei nou ja, oké. Okay. Ik zeg: en dan? Zin nou, als je hem niet haalt, dan kun je weer weg. En toen dacht ik: van, Nee, dat vind ik irritant. <laughs> Niemand gaat mij wegsturen. Echt. Dus, um, dus ik die test gedaan. Vraag niet hoe ik hem gehaald heb. Uh, wat voor we, dingen moet je dan berekenen? Bij rekentest denk ik aan Hoofdrekenen, het is echt. He Breuken, vermenigvuldigen, honderd uh, decimalen achter. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon een nou rekentest op tijd. Zo, daar zou ik helemaal vanaf vliegen. Ja, ik, ik vraag me nog steeds af of ik dat ding nou echt gehaald heb. Ja, <laughs> echt, het is ja. Gewoon een soort van façade. Dus je bent geen rekenwonder dus? Jawel, ik ben heel goed met getallen, maar het is, ik, het is, het is, dat ding is praktisch onmogelijk. Daar staat op ver echt bekend op. Echt? En soms dan denk ik wel eens, zou ik, zouden ze me door hebben laten gaan omdat ik een vrouw was? Dat weet ik niet. Dat kan, me niet, dat kan ik me niet voorstellen. Wanneer was dit? Welk jaar? ja 2002 dus oh, zo iets was is nog helemaal geen ding nee joh, nee maar, dat nog niet uit. Nee. <nog> nee. Ja, maar ik dacht maar, maar ik kon vrouwen gewoon afgewezen ja ik denk Hé, heb ik er dag nou gehaald maar ik anyway ik had uh, wel mijn studie goed volbracht niet opgelet bij de optietheorieën. Maar je raadt al ik loop naar buiten ik naar, uh, de, uh, de, uh, mijn vriend had mij ook nog messen voor oversold. Dus sold dus zei dat ik zeven talen sprak wat helemaal niet zo was <hijen> en maar ik had wel zoiets toen ik daar binnen kwam dat ik dacht van dit is een omgeving die is zo gaaf en zo snel en het is er is, er is heel weinig bekend over. De, inmiddels meer omdat flow traders natuurlijk publiek is gegaan. Um, maar de handelshuizen van Nederland behoren tot de top van de wereld. Dat zijn de grootste ter wereld en um, daar werken de slimste mensen van de wereld. Hmm. En, het is zo'n bijzondere sfeer in zo'n dealing room. Ja, daar werd ik gewoon, ik werd daar opeens wakker van en ik loop naar buiten en ze belden me een uur later op en zeiden, ja, we willen graag dat je begint. En ik denk, tien minuten later belde Enderman, we willen graag dat je begint. En ja, toen heb ik in een split second heb ik besloten en ik ga voor op de ver starten. Hmm. Dus, Want die handelshuizen, wat, wat doen ze daar precies? Want ik heb eigenlijk werkelijk waar geen idee. ver handelt voor eigen rekening en risico. En okay. um, in die tijd, inmiddels zullen ze, nou, ze. Ze verhandelen eigenlijk bijna alles wat uh, te verhandelen is. Hm. Over het algemeen list het ze arbitreren. Dus ze kopen uh, ja, arbitreren tussen verschillende markten. Mm -hmm. High volume. Um, ja. Um, Super, uh, eigenlijk voornamelijk op de vers uh, een van de eerste handelshuizen die echt op, op het scherm is gaan handelen. De optiebeurs is natuurlijk op een gegeven moment op screen trading overgegaan. Ja, ja, je hebt het hier uh, en voor eigen rekening en risico, dus niet voor derden. Ja, maar dus kun je een paar um, vo kun je, kun je een voorbeeld noemen? Of een paar voorbeelden. Want nou ja, ja, ik noem wat ik Ik zat op de indexopties, uh, waar de weet ik het uh, van uh, eurostox tot. Uh, de, de AX, alles werd daar verhandeld. En um, um, ja, ik, ben, ik, ik ging aan de slag als wholesale trader. Dus dat betekende dat ik um, op de, uh, ja, dat noem je de professionele desk. Alles gaat bij in tegenwoordig het tegenwoordige scherm, behalve in die, dat noem je bloktrades. Daar bellen netwerken elkaar onderling op of er interesse is om ergens in uh, iets te kopen of iets te verkopen. En ik was dan de persoon die. Die telefoon aannam en um, dan wel uh, dat door moest geven, um, dan wel niet um, waar draaide het natuurlijk om? Wie staat er bovenaan de telefoonlijst? Mm -hmm. Want informatie is kennis mm -hmm. en daar kun je, ja, daar kun je gewoon je ja uiteindelijk uh, degene die het eerste weet dat zo'n transactie rond uh, vliegt ja. of hem als eerste kan pakken, ja, dat, uh, dat is. Uh, dat is, dat is je winst. En uh, nou, ik begon daar, ik was de derde bloktrader. En ik denk, ik heb echt zo'n ontzettend verkeerde afslag genomen. Ik snapte er helemaal niks van. <laughs> ik, um, het, was, het was echt complex. Mm. Um, nou ja, dus ik dacht ook na een maand of drie, ik denk, ja, als ik hier nou blijf, dan. Um, dan uh, ga ik echt iedereen zijn tijd verdoen Want het verste ik heel veel tijd in mensen opleiden. Uh, het is ook lastig, het is complex. En ik dacht: van ja, als ik dit blijf doen, dan doe ik één ding. En ik ben dus ik ben echt een generalist. Ik ben geen specialist. Dan ga ik, blijf ik één ding doen. Ik dacht, oh, hoe, hoe dan? Dus ik zei mijn baan op en toen. Um, en vroeger, binnen Optivia, als je je baan op stond je letterlijk eental later op straat. Waarom? Omdat ze wilden niet dat je met kennis naar buiten liep of wat dan ook. Dus ik had ook al tegen mijn vriendinnen gezegd van ik zie jullie zo in de kroeg op vrijdagmiddag. En toen zei mijn baas van ja, je baan, waarom? Hoezo? Ze zei nou ja, ik wil, uh, ik wil dit en dit gaan doen. En ik wil, uh, ik wil gaan ondernemen en ik wil dingen creëren en opbouwen. en uh, Ik wil niet opties verhandelen. Mm -hmm. Toen zei ik, nou, waarom ga je dat dan niet hier doen? Hm. En toen dacht ik, oh, is dat een optie? Hm. Grappig woordspeling. Um, want toen kon je alleen maar binnen Optiver kon je IT-er zijn, optiehandelaar of succes. Nou, ja, ik kan niet programmeren en ik wil geen succes zijn, dus ja, dat was het. Nou, en de, dat is wel mijn geluk geweest. Dus ik heb heel veel mogen doen binnen Optiver. Ontzettend, uh, Optiver groeide heel hard, dus ik kon heel hard meegroeien. Uh, waarin ik in mijn laatste rol als managing director van de Amerikaanse activiteiten uh, uh, heb gewerkt. Super veel geleerd. Ontzettend gaaf tijd gehad. En, uh, en mijn eerste vermogen verdiend. Ja. Want je, ja, je krijgt een mooi salaris. Kort tussendoor. Er staat een link in de beschrijving met een survey. In die survey kun je feedback geven op de aflevering die jij net hebt gezien. Het duurt één of twee minuutjes. Als je hem invult, zorgen wij dat de content nog beter wordt. We zijn je heel erg dankbaar. Thanks. Op een gegeven moment besluit je dan te kappen. Ja. Na een aantal jaar. Wat maakt die keus? Dat je denkt van... Ik ben er klaar mee. Dat je toch uiteindelijk die borrel op vrijdag niet gehaald hebt bij je vriendinnen. Maar dat er na een aantal <laughs> jaar... Dat hij toch die keus komt. Nou, um... Ja, dat was... Um... Dat laten we zo zeggen, dat was niet heel, geheel mijn bedoeling. Ik heb mijn, uh, ik heb mijn baan opgezegd bij Optifair. Je moet je voorstellen, ik was dertig. Uh, ik was managing director van de Amerikaanse activiteit. Ik had 150 optiehandelaren die in, in ons kantoor werkten. Zat je ook in Amerika? Uh, ik zat in Amerika, in Chicago. Ja, vet. Alleen vlak voordat ik er naartoe ging, uh, werd Optiver aangeklaagd voor marktmanipulatie. Mm. En dat is heftig. Dus het team waarin ik, waar ik mee ging werken, mijn managementteam, uh, ja, die, uh, die waren onderdeel van beslissingen die in, in de periode daarvoor waren genomen. Dus die, dat stond extreem onder druk. Want uh, uh, er waren Dus van alles gaande. En Amerika is serieus. Hè? Als het gaat om marktmanipulatie, dan uh, dat ja? zijn gevangenis. Dat kunnen potentiële ja. gevangenisstraffen zijn. et cetera. Nou, ik werd in de eerste instantie naar Optiver, uh, of naar Amerika gestuurd. Met als doel, dat is ons kleinste kantoor. We moeten, en de grootste markt. We moeten keihard groeien. En uh, die. Uh, die opdracht die veranderde opeens naar we moeten 100% compliant zijn, volledig uh, op eigen benen gaan uh, draaien. Want uh, uh, het kantoor werd vroeger aangestuurd vanuit uh, Nederland. Een deel waarom die problematiek ontstaan is. Optiver is overigens helemaal vrijgesproken, later. Veel uh, later. Uh, geen belangrijk detail. Dus uh, be heel ja, belangrijk uh, uh, detail. Uh, 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 en ook dat daar, nou ja, zeker in de periode dat ik er werkte, optiver is geen bedrijf waar handelaren een markt willen manipuleren. Uh, dus het um, bedrijf stond onder extreem hoog druk. 2008 was het geloof ik. Uh, financiële crisis. Handelsvolumes droogden op. Iedereen. Nou, het, het, er gebeurde zo ontzettend veel. En één ding heb ik echt mega onderschat. En dat is de Amerikaanse cultuur. Dus ik moest een nieuw management managementteam uh, installeren. Want het oude managementteam kon in die situatie niet verder. Um, ik had Amerikanen aangenomen, want je moet snappen hoe de cultuur werkt, althans, om een bedrijf als software te kunnen leiden. Wat ik, waar ik niet. Ik was echt naïef zeg. Hm. Waar, ik, waar ik geen rekening mee had gehouden, gehouden was uh, ja, dat er. Dat, 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 ik wist niet dat er mensen bestonden die zo. Ja, die zo eigen beslissingen konden nemen. Zonder dat ik daarvan op de hoogte was. Um, voor eigen gewin. Mm -hmm. oh. En um, nou ja, op een gegeven moment. Uh, nou, je kunt je voorstellen, er gebeurt veel. Maar we waren eigenlijk best wel lekker bezig. En uh, toen kreeg ik een telefoontje. En ik. Uh, ik dacht van. Nou, uh, van, uh, van kantoor in Nederland. En uh, met de opdracht om. Ja, en een key persoon uh, te ontslaan ik zeg ja, maar dat kan helemaal niet dat gaan we niet doen um, rondom die case nou dat uh, is ook nooit uiteindelijk nooit gebeurd alleen hoe ik het heb aangepakt was ja ik denk als ik nu als ik nu in dezelfde situatie had gestaan doel is ook bereikt man is ook gebleven had ik dat had ik natuurlijk veel meer levenservaring gehad had ik niet als een soort van olifant in een porseleinkast alles bij want ik, ik werd ik, opeens werd alles me duidelijk ik denk jeetje wat gebeurt hier gewoon serieus ik dacht ik dacht echt dat ja, in Nederland waren we een heel erg team iedereen coverde elkaar maar daar was iedereen elkaar stoelpoten onder elkaar aan het weglopen ja, ja. en het was echt net een film ja, echt zo'n Wall Street film of zo ja. erger dus <laughs> uh, nou ja nee dus maar het was wel ja. het was en um, nou ja, het is dus toen ontstond een hele vele situatie, want um, ja, ik, ik dat, dat er was zo'n zo pressure cooker op zo'n team op dat moment. En uh, binnen mijn team wilden uh, anderen graag mijn rol. Mm. En um, nou, er gebeurde van alles en nog wat achter de schermen waar ik me niet van bewust was. En um, toen op een gegeven moment zat ik met, de, met de, ja, de CEO van OptiVer. En die zei van ja, hij zegt: Nou, nee, ik wil dat je blijft. En jij moet verder. Maar ik kom wel over een, uh, een half jaar terug. En dan gaan we wel weer met jouw team zitten. En als, als, ja, als die dan niet positief over jou zijn, dan, ja, dan moeten we toch verder gaan en dan denk ik, Oh, wacht eens even. Ik zeg, dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, of je vertrouwt me. Of niet. Er, is, er zit niks tussen. Um, ik ben niet bereid om met een schietschijf op mijn rug uh, rond te gaan lopen. Uh, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. En toen dacht ik dat ik iets slims had bedacht. Toen dacht ik van: weet je wat? En toen heb ik ook in overleg met hem heb ik ook gezegd: van weet je wat, ik zeg mijn baan op. Ik zeg maar, ik blijf wel, want ik speelde veel te veel. Ik zeg, blijf wel uh, om alles netjes over te dragen, netjes alles af te ronden, et cetera. Ik dacht, nou, weet je, dan kan alles weer even een beetje cool down. En um, nou ja, oké. Okay. Dus ik ging weg, ging naar huis. Poch, dus was wel even een dagje zeg, een uh, weekje. En um, ik uh, ging gewoon door met werken. Waarom? Er was helemaal geen reden voor mij om, om niet te stoppen. Um, en ik zit thuis. En ik. Toen was de tijd van de Blackberry's en ik me een heel oud. die heb ik ook nog gehad. Heb je ook nog gehad? Ja, 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 <laughs> ja, ja, zeker. Ik zat zo. Ja, <laughs> ik zat op een Blackberry. Zocht vroeg alweer, want ik was al weer wakker was aan het werk. En ik denk, hé, hey, hij doet het niet. dat is grappig. Dus ik belde helpdesk op. Maar dat was dus ook de bedoeling dat hij het niet meer deed, want alles werd afgeschaft. Klak, hup, weg, maar leen. Dat en is het uh, verhaal als je weg bent, dan is ja. het. Uh, nou, ik had mijn baan opgezegd. Ja. Ja. En er kwam iemand anders in die wilde heel graag mijn rol. Dat wist ik. Uh, ja, je wist ook dat wist wie je uh, graag je rol wilde. Dat wist ik. Achteraf is natuurlijk voor mij best wel veel uh, duidelijk geworden. Maar dat lijkt ik zo zeggen. En de overwegingen vanuit OpTiver zullen misschien ook anders zijn geweest. <laughs> zo. Alleen ik. De, je kunt je voorstellen, zoveel ruis op dat moment. Ja. En um, ja, ik dacht dat ik de goede beslissing nam. De goede beslissing was gew absoluut geweest gewoon blijven zitten. Doorwerken en laten zien wat je kan doen. Mm -hmm. Ik heb gewoon het schaakspel verkeerd gespeeld. Ja, ja. dat maar heb vraag ik wel geleerd. Ook of je in zo'n krabbenemmer echt. Is dat leuk of zo? Moet oh ja, je nee. Dat, dit, uh... dit was gewoon iets. Ja, dat is gewoon een event. Het gebeurt gewoon. Het is gewoon. Het, ja, en, en daarom zeg ik: met meer levenservaring, meer kennis. Um, ja, als zoiets nu gebeurt, dan denk je ja. Maar zou je dus ooit zo'n <laughs> zo sfeer willen creëren in je eigen bedrijven? Nu je zelf zeg maar meer echt... Nee, maar op ver, bent. Is niet, op ver is geen krabbenemmer. Is het niet? Het was gewoon, het was gewoon de situatie. De, 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 de samenloop van de omstandigheden en die aanklacht die echt heftig was. Ja. En die markt die heel erg onder druk was. En uh, weet je, nieuw mens, nieuw alles. Dus zeg maar... Chaos al om. Ja, je, kan, je kon ja. geen per, meer perfect storm verzinnen. Ja. Alleen. Hoe ga je om in zo'n perfect storm? Ja. Daar heb ik wel wat van geleerd, ja. Oké. Okay. En dan, uh, dan is het eigenlijk ineens heel abrupt afgelopen Het op avontuur. Ja, dat was echt, dat vond ik echt heel erg. Dan mag je volgens mij ook een tijdje niet in die marktfunctie Dan mag je toch? dus een ma een jaar lang niet. En dan werd ik goed voor betaald. Dus ik bedoel, laten we het ook niet uh, kinderachtig doen. Maar ik, ik, ik zat eigenlijk net in mijn. Ik had net een beetje lol in uh, het begonnet. Ja. Net. ja. Uh, ja, ik eh, woon in Amerika. En mijn uh, verblijfsvergunning was gekoppeld aan mijn, uh, aan mijn werkvergunning. Dus ik moest ook meteen terug. Ja. Ja, terug naar Nederland. Denk je, ja. En nu dan? Nou ja, toen dacht ik van, nou, ik was dertig. Ja, ik had echt geen zin om onder een palmboom te gaan liggen voor een jaar <laughs> lang. En uh, toen heb ik mezelf als gratis arbeid in de markt uh, gezet. Toen dacht ja, dan leer ik wat. Ja. Dan zie ik misschien, wat ik was, ja, ik gewoon. Ja, serieus, als senior account manager bij, uh, weet ik het, ABN aan de slag. Dat ging hem gewoon niet meer worden. Dat kon niet meer, nou, dat wat ik daar had gedaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon alles doen wat iedereen van me vraagt. Maakt me niet uit wat het is. Echt. Dus ik heb alles gedaan. Ik heb uh, van kunst tot politieke partijen. Ik heb niks met politiek over. Dus, uh, ik heb van alles gedaan. Een van de dingen die ik ook heb gedaan. Uh, was een, uh, een ondernemer en die kwam naar mij toe en die zei van goh ik heb een webshop en uh, die zette uh, nou, toen 17 miljoen euro om webshop die 17 miljoen uh, toen hè in die tijd dat is goed uh, in Nederland ja yeah, en uh, krijgt niet schaalbaar en wat was die webshop dat was een, een goud webshop zo mooi trouwens ook voor de mensen thuis als iemand 17 miljoen per jaar doet en zegt dat hij het niet schaalbaar krijgt ja. Denk groter. Voor heel veel mensen is dat al de schaalbare uh, 17 miljoen per jaar. Ja, maar je moet je wel voorstellen dat uh, 17 miljoen omzet uh, binnen gaat. Kijk, het, het gaat niet om je omzet. Het gaat ja, het om je marge. Ja. 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 Dus... Um, dat is nou, best ja. wel dun, toch? Het uh, is te dun. Ja. Uh, dus ik nou, vind ik eigenlijk wel een grappige uitdaging. Dus ik, uh, ik ben erin gedoken. Ik kwam erachter dat in Nederland alle goudloketten dichtgingen. Ik... Uh, ik heb een plan geschreven. Ik zei joh, ik zeg, jij moet dat goud helemaal niet versturen. Je moet dat gewoon op één plek laten liggen. En je moet zorgen dat, uh, dat je ook een recurring omzet maakt. Want anders elke keer dat je verkoopt is leuk. Maar je, je blijft ook... bezig om nieuwe klanten of in ieder geval nieuwe kopers ja. te, te halen. Ja. En um, heel plan geschreven, softwareplatform natuurlijk, je moet vergunning aanvragen, je moet dit doen, je moet dat doen. Ik heb het plan presenteren. Jullie kennen hem overigens. Um, en uh, hij zei van, uh, ja, hij ja, deed er niks mee. Ik zei, nou, oké, okay, kan gebeuren. Het was ook helemaal niet mijn interesse. Ik dacht, okay, we gaan weer door. Ik denk nog een paar maanden verder was ik eigenlijk wel een beetje klaar met dat uh, gratis arbeid. Um, en ik dacht van, ja, weet je, ik heb nu nog een half jaar. Ik ga, dan ga ik maar gewoon een bedrijf opzetten. Waarom niet? Ja, ik wil, ik hier wel heb ik in ieder geval iets. Ik moet wat met je En ik was toen niet zo heel vindingrijk over het bedenken van nieuwe dingen. En het eigenlijk het beste plan wat ik had liggen was dat plan. Mm, en nou, ik dus ik ben van. teruggegaan naar uh, Willem. Willem, Willem Middelkoop. Ja. En ik zei: Willem, ik zeg, doe het nou gewoon. Weet je wat, ik ga het voor jou opzetten. Hij zei, nee, nee, was toen natuurlijk met zijn fondsen. Dat ging supergoed. En ik zei: Nou, toen, ik dacht, nou, toen dacht ik ja, nou, ik zei, nou, dan ga ik, zal ik dan, dan ga ik het gewoon zelf doen. Wil je meedoen? Wat? Zeg het. Yeah. Nee. Nou, Leef, ja. Daar heeft hij later wel een beetje spijt van gehad. Ja, <laughs> ja, toch wel. Maar ja, ja. hij had natuurlijk ook weer zijn focus nodig. Ja, en nee. En hij verkocht van. Amsterdam Gold toen ook vrij snel. In, uh, maar het was wel leuk. Het was wel een leuke ride. Ja. ja. Ook met z'n tweeën. Uh, is een side note toch? Hoe voelt het nu dat. Uh, want binnen middelkoop is het ook heel erg goed aan het doen. Ja. Yeah. Die komt ook uh, overal terecht en doet overal zijn verhaal. Dat jullie eigenlijk allebei over de tijd ook zo zijn geklommen. Hoe voelt het nou voor jou? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, bijvoorbeeld, dat, uh, bijvoorbeeld jij zit nu met Cold Republic. Uh, in Nederland heel erg bekend. Uh, iedereen kent het wel. Nou, Willem Middelkoop is natuurlijk ook heel erg bekend met wat hij met zijn fonds doet. En die komt ook, uh, kan ook uh, vroeger wat meer op de mainstream media, nu wat minder. Uh, maar ook zijn verhaal doen. Maar dat jullie eigenlijk in de gedurende die tijd hij is bezig met zijn business, jij begint met de onderneming, dat je nu allebei ja toch wel heel erg uh, groot zijn. Ja, um, het is natuurlijk heel leuk als dingen lukken. En uh, maar ja, we weten allemaal jullie ook dat ondernemen niet uh, zonder slag of stoot gaat. Dus het is niet zo dat je. Ja, ik denk dat het was sinds een jaar of vier, vijf. Dat ik, uh, dat ik rust, veel meer rust heb. Dat ik veel meer... Ik, ook weer, ik, ik, kwam, ik was iets aan het doen waar ik helemaal niet voor gekozen had. Ik ben het gewoon gaan doen. Culture Public ging door het dak. Uh, maar helemaal kapot daarna. Uh, moet ik gaan wijdleven. Dat had helemaal nooit gedaan. Echt. Uh, dus het, uh, het, gaat, het gaat niet over Maar het moment dat, dat, dat dan alles tot rust komt en onder controle is. Ja, dat, dat is gewoon lekker. En dat is kroon op je werk. Ja, heel eerlijk. Het maakt mij niet uit of ik dat in een onderneming doe, zoals OptiVer, of voor mezelf. Ik wil gewoon dat dingen die ik doe werken en dat ze slagen en dat ze succesvol zijn. Waarom zou ik het anders doen? Ja, ja, ja. Dus ja, als je niet, als dat niet de uitkomst is, ja, dan moet je of je koers veranderen, of je moet. Voor de tv gaan zitten of zo, weet ik veel. Lukt het niet om genoeg geld te verdienen met je bedrijf om echt fulltime aan de slag te kunnen met je onderneming? Grote kans dat het deels ligt aan het feit dat je niet genoeg inzicht hebt in je financiën. Want hoe kan je nou elke maand omzet draaien, maar dan blijft er te vaak aan het eind van de maand geen geld over op je bankrekening? Precies om die reden is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële situatie van je bedrijf. Winst- en verlies uitrekenen, dat lukt je waarschijnlijk wel, maar cashflow, daar gaat het vaak mis. En daarom hebben wij samen met Keld een cashflow sheet gemaakt die je gratis kunt downloaden in de beschrijving. Dus ga naar de link in de beschrijving en download die cashflow sheet. Zo weet je altijd hoe je cashflow is en loop je geen onnodig risico. En nou, kom je er dan achter dat je een cashflow probleem hebt, of gewoon meer cash nodig hebt om te investeren in de groei van je bedrijf, dan is Keld de partner die je zoekt voor bedrijfsleningen. Doe een aanvraag binnen een minuut en krijg binnen een uur antwoord, en ontvang vervolgens binnen 24 uur je geld. Geen verborgen kosten, lange looptijden of andere onzin, gewoon eerlijke leningen voor hardwerkende ondernemers. En doe je vandaag een aanvraag via de link in onze beschrijving, dan betaal je de eerste maand geen rente en geen aflossing. Succesvol zijn, dat lukt volgens mij wel, hè? want het eerste jaar doen jullie dan 30 miljoen omzet met Trade Republic. Gold oh. Republic. Of, jezus, ik bleef dat maar zeggen. Jezus. Je bent niet de eerste. Lekker. Goedemorgen. Gold Republic. Nog een keer Gold Republic. Goed onthouden. <laughs> Hoe start je dat? Want het is echt best wel een ambitieus idee. Hè? Je hebt natuurlijk wel enigszins ervaring. Ja, je ondernemerservaring is een hele andere branche. Ja. En je werkervaring is wel in de financiële branche, maar eigenlijk ook in hele andere onderdelen. Dus hoe begin je dat dan op te zetten? Want je hebt een plan op papier. En twaalf maanden later is daar 30 miljoen omzet. Ja, uh, beginnen. En waar uh, begin je mee dan? Ja, je, je, moet een, uh, je moet een platform bouwen. Ik heb. Uh, um, ik heb natuurlijk door op de je moet je voorstellen binnen Optiver op iedere handelaar zijn er ongeveer twee ITers dus Optiver en ik was als managing director was ik verantwoordelijk voor alles wat niet de dealing room was de dealing room werd door de head of training geleid en en je, je opereerde al in een co uh, in een co team dus IT was mijn verantwoordelijkheid ik heb echt wel gevoel voor technologie um, dus het platform ontwikkelen en bedenken en bouwen dat um, dat ging eigenlijk uh, ja dat, dat 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 ging en um, uh, ja, dan kom je in, in, in een gekke situatie. Want dan moet je het goud ook nog kunnen inkopen. Je denkt dat dat heel makkelijk is, maar dat is niet zo makkelijk. Hm. Uh, um, je komt heel moeilijk binnen bij de grote, goede suppliers van goud. Ik had geluk. Er was er een man en die vond mij, denk ik, grappig of zo. Want ik had nul omzet. Ik had niks. Dus, uh, en die heeft mij, uh, is helaas overleden. Maar he, die heeft toen uh, mij dat gegund. Dus die zei: Je mag bij mij inkopen. Dat is goed. Dus ik had een supplier, ik had een platform, maar ik had natuurlijk geen klanten. Dus ik, 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 ik had heel stom, maar het is echt heel. Ik was ook nog geen klanten gewend, want die was ik bij, bij OpTiver ook niet gewend. Nee. Ik had nooit verwacht, gek genoeg, dat iemand dat ooit zou gaan kopen of zo. Hm. En toch ging je er gewoon volle bak mee aan de slag? Ja. Vind ik wel grappig. Op welke manier? <laughs> op welke manier kwam we op een gegeven moment aan klanten? Ik heb nog niet vaak een ondernemer gesproken die uh, iets helemaal bouwt met de gedachte. Ik denk dat niemand dat gaat kopen. Nou, ik was mijn motivatie was natuurlijk anders. Ik moest mijn tijd invullen. Je wou gewoon iets tofs bouwen. Ja. ja. Maar natuurlijk niet. Ja, ik dacht ja, na zes maanden ja, dan zoek ik een goede directeur en dan ga ik weer de optiehandel in en nou ja, ja inmiddels ben ik uh, bijna veertien jaar verder. Maar um, ja, ik weet wel de eerste transactie dat wij toen dachten was dezelfde dag. We hadden wel kunnen regelen dat we een, een groot artikel in de Telegraaf hadden ja. en uh, dat we dachten oh we zijn nog een testtransactie vergeten. Ja, ja. <laughs> dat we oh die zijn vergeten uithalen of zo of weet ik wel. Ja. Er was echt iemand die het kocht. Ja. Dat bouwen van dat platform hoe? Uh... Is dat duur om te financieren? Financier je dat zelf? Ik denk altijd bij het bouwen van software of een platform, denk ik altijd aan grote investeringen. Want ik hoor het van ja. mensen die daar tonnen in stoppen of zo. Ja. Was dat in dat geval ook uh, ja. de situatie? En deed je dat dan zelf of had je ook ja. investeerders gezocht? Nee. Gewoon zelf. Ja. Want waarom? Want probeer het te begrijpen: hè. je hebt een half jaar tijd over, heb je waarschijnlijk wat geld, maar je ziet het eigenlijk gewoon als een leuk project. Ja, ik zou er dan niet veel geld in stoppen als je eigenlijk denkt van ah, ik weet niet of er klanten komen, maar wat, wat dreef je dan op dat moment? Nou ja, nee, maar, maar, maar het was niet zo dat ik dacht van ja, ik doe dit voor de grap en daarna gooi je het weg. Maar nee. uh, het was natuurlijk wel een echt bedrijf wat ik opgezet had. En mm -hmm. met het doel dat het wel wat ging doen. Alleen ik dacht dat ik het niet verder zou trekken. Dus Aha. dat is natuurlijk, dat ja. is één punt. Um, ja, en ik ben stiekem, denk ik, toch wel echt een tech-nerd. Ik vind het gewoon leuk om dat te ontwikkelen, om het uit te denken. Het is ongelooflijk moeilijk om uh, na te denken over hoe je een fysiek product. Je koopt geen effect, je koopt geen aandeel, je koopt geen certificaat. Je koopt, nee, je koopt goud zelf. Hoe kun je dat nou op afstand kopen? Alleen al de gesprekken met de AFM hierover, die snapte er helemaal niks van in het begin. Die zei van ja, richt gewoon een fonds op, doe je daar het goud in. Ga je... Nee, ik wil het fysieke product wil ik verkopen. Ja. Nou ja, dan moet je een vergunning schrijven. Dus ik, ik vond dat gewoon, ja, daar zat zo'n uitdaging in. En nu achteraf, ja, dan staat het en dan denk je van ja, oké, okay, logisch. Maar dat was het niet. Het uitdenken, de weg ernaartoe, dat, 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 dat geeft mij heel veel voldoening. Want Hoe ver kom je daarmee in het, in, in het eerste half jaar? Want een half jaar is in principe niet heel veel tijd om een, als ik het zo hoor, best ingewikkelde, ja, toch dienst op te zetten waar een stukje software bij komt kijken, en deals en, en vergunningen en weet ik het wat. Ja, nou, we zijn in uh, november 2011 live gegaan. Dat zou dus denk ik, denk dat we ongeveer ja, zes maanden of zo erover hebben gedaan. Ik weet het eigenlijk niet precies. Um, maar we zijn natuurlijk live gegaan met een hele andere iteratie dan wat het nu is. En ja. het, het was echt verre van perfect. Echt, uh, maar het, werk, het werkte wel. Alleen het kon totaal geen volume aan. Althans, het was gebouwd op derde partijsof en het was een, 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 een soort ERP-systeem wat we hadden uitgebouwd. Pas later hebben we het alles van scratch weer opnieuw opgebouwd. Ja, dus het, uh, ja. En toen zijn ja, we er een jaar over gedaan. Ja. Want dat hoe is... gaat het dat het eerste jaar? Want je doet dan... Uiteindelijk 30 miljoen omzet in het eerste jaar. Dus na ja. die eerste verwarrende testorder kwamen ja. er toch nog best wel testorders achteraan, zeg maar. Ja. Hoe ziet jullie verdienmodel op dat moment eruit? Hoe vinden jullie klanten? Want die weten jullie blijkbaar best wel wat te vinden. Hoe, hoe werkt dat allemaal? Ja, um, ons verdienmodel is, is, is heel simpel. transactiefees en een bewaarloon. Dat is uh. altijd al gewoon dat is dat geweest. Het is, is grappig, is... Ik heb dat businessplan nog. Ja. Tegenwoordig schrijf je bijna niet meer zo'n businessplan. Het was super uitgebreid. Ik had alle tijd van de wereld. Ja. Iedere letter is nog steeds zo. Dat is dan de eerste keer dat ik een ondernemer hoor die een businessplan geschreven ja. heeft. die ook daadwerkelijk uitgekomen ja. is. Meestal is het nou, je begint en dan kan die in een prullenbak. Ja. Okay, dus misschien nice. is dit, moet je businessplannen voor anderen schrijven, niet voor jezelf. Maar, um, dus ik had, ik had natuurlijk wel de tijd gehad om alles tot een uit te denken omdat ik de tijd had uh, ja. toen en ik had uh, het, het, ik had niet de noodzaak om morgen een nieuwe baan te hebben zeg maar ik kon echt doen wat ik wilde doen ja dat hoe zag je team destijds uit toen je begon met de plan op een gegeven moment ga je het uitvoeren nou een van de dingen die ik al wel snel door had van um, uh, um, ik heb in de eerste instantie uh, hier meegenomen de broer van een vriendin van me, die had een webapplicatiebedrijf. Uh, web, uh, uh, ik dacht: van nou, die snapt wel hoe websites werken en hoe retail werkt. Dat snapte ik niet, althans kon we er wat bij voorstellen. Maar die was helemaal van overtuigd dat we dus derde partij software nodig hadden. Maar. Um, die had een, een bedrijf waar een aantal uh, ontwikkelaars werkten. En um, nou, richting het einde, zeg maar, voordat we live gingen, toen uh, ja, die webapplicatie die web werd maar niet gebouwd. En het kwam maar niet. Het, het lukte maar niet. We gebruikten toen mijn Gento, weet ik al. <laughs> nou, dat was helemaal niet. Het kon helemaal niet zo customized worden als wij dat <laughs> nodig hadden. En toen hebben wij uh, het heb ik gezegd: ja, ik ga nu gewoon twee van jouw jongens uh, vragen. Want die zaten toch niks te doen. En uh, die moeten dat gaan bouwen. En dat is een uh, uh, daarvan was Alex en dat is nog steeds uh, ja, mijn uh, CTO. Cool. Uh, Ongelooflijk getalenteerd persoon. Ongelooflijk goede programmeur. Uh, en vooral iemand die zich heel goed kan inleven in hoe een customer journey moet lopen, uh, wat de klantervaring is. Um, alle problematiek die daarmee samengaat. Maar goed, die hebben dus als eerste hebben ze de voorkant. Hebben ze gebouwd? Nou, en toen um, ja, eigenlijk het eerste stukje wat we echt zelf hebben ontwikkeld, was de, de, de allocatie, dus wie heeft wat waar. <laughs> dat, uh, dat is vrij belangrijk. Ja. En um, ja. Dat heeft, uh, en Alex uh, is nog steeds uh, ja, mijn CTO. Maar inmiddels ook extreem goede vriend. En ik, ja, ik, mm. ik, ben, ik ben sole founder. Maar ik, eigenlijk zie ik Alex als mijn, uh, mijn ja. co-founder. Ja. Wat tof dat je zo'n Alex dan in het begin hebt uh, gevonden. Hè? Ja, zo vroeg joh. in de procedure. Ja, nou, hij is echt. Uh, ik, ik maak altijd grappen, maar hij zegt de linker en ik de rechterhelft. Of andersom, ik weet het niet. <laughs> maar het is, het is ongelooflijk hoe compatible wij zijn geweest in het uitdenken. We hebben, ik, zeker in het begin, we hebben iedere letter code eigenlijk. Ik heb het geluk dat ik... Kan, ik kan niet programmeren, maar ik kan wel code lezen een beetje. En hij kan... Hij kan niet, uh, ik noem wat, juridische contracten, et cetera. Maar hij kan het wel bevatten en begrijpen. En, en dat ging gewoon heel lekker samen. En daardoor konden we vrij rap, konden we gewoon stappen maken. Gewoon met z'n tweeën. Dus dat, uh, dat, uh, dat was wel fijn, ja. Hele lompe vraag, maar hoe motiveer je zo'n iemand als hij. Die... Geen aandeel heeft in het bedrijf. Inmiddels heeft hij dat wel. Ja, ja. Ah, zo ja. Want dat ja. merken wij ook wel heel erg in het begin. Uh, je bent een jong bedrijf en dan wil je gaan bouwen met mensen. Ja. En dan zit je altijd een beetje soort van in de ongemakkelijke fase van. Ik wil wel weten of je echt iemand bent met wie ik langetermijn wil werken. Want, ja. Dus ga je niet vanaf het moment één aandeel geven. Maar ik wil je wel genoeg kunnen belonen dat we samen dit gaan bouwen. Hoe ga je, ging je daar in die tijd mee om? En nu ook bij nieuwe bedrijven die je Ja, nee, ik ben een heel groot voorstander van uh, zeker je medewerkers uh, co-owner maken. En ik bedoel ook, ja, dit, ik denk dat dat heel, heel gezond is. Ik heb eigenlijk één regel. Ik ga nooit meer in de situatie terechtkomen waarin ik bij OTV terechtkom. En lees, dat is dat iemand anders voor mij beslist. Mm -hmm. Dus om die reden heb ik nog steeds de grote meerderheid van de aandelen. Ja. Nou ja, daarna. Uh, is je, is je, je team is natuurlijk core het is gewoon, zonder je team kun je niet doen de ja. enige fout die ik in het begin heb gemaakt was dat ik had durfde eigenlijk misschien niet te dromen dat het succesvol kon worden, dus ik heb veel te lang gewacht met aandelen geven, omdat ik dacht ik belast ze eigenlijk met, ja. met dat aandeelhouderschap, met dat eigenaarschap maar goed, ik heb dat uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En, en ik kan echt. Uh, ja, ik denk, uh, regel regel. het. Ga je start je een ondernemer, beloon je key persons met aandelen. En zorg dat je goede, ja, goede regels daaromheen uh, structureert. Waardoor als het misgaat, kan het natuurlijk altijd misgaan. Mm -hmm. uh, je kunt altijd uit elkaar gaan. Zorg dat je een goede badleever clausule hebt. Zorg dat je dat gefixt hebt. Ja. Maar ja, ik denk echt. Het, 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 het zijn van aandeelhouden van ondernemers is. Essentieel anders dan alleen maar werknemers en ja, ja. ondernemers. Want je, want je wilt dan een, uh, echt een e-player hebben, anders ga je denk ik geen uh, aandelen geven aan zo'n persoon. Alleen voor wat, oké, okay, noem maar wat. Uh, ons doel is om dit jaar uh, meer dan 1 miljoen omzet te maken. Dat is alweer een heel groot verschil met bijvoorbeeld uh, 30 miljoen omzet wat, uh, wat jullie in het eerste jaar hebben gedaan. Ja, maar jullie marges zijn verwacht ik compleet anders. Ja, dat is wel zo ja. ja. Ik ja. weet nog niet precies <laughs> de marges waar, waar jij in Het zou zit. zomaar kunnen dat jullie gewoon met je 1 miljoen omzet veel meer uh, overhoudt dan... Uh, Hoeveel uh, marges is een beetje het doel binnen jullie business grof? Ik snap dat je niet exact alle cijfers uh, gaat al uitpakken. Ja, uh, gewoon op je primaire verkopen. Dus uh, ja... Je, je kunt het zo uitrekenen. Ik bedoel, we hebben 1% transactievies. Ja, uh, ja. ja, precies, dus 1% van 30 miljoen, dan ga je yeah. al een heel end. We hebben het over heel handig. Dus je ja, moet ja, echt, je ja. moet je business moet ja, echt wel kloppen. Ja. Ja. Dus zo, uh, Voor ondernemers die dit kijken, wanneer je ook al hè, laten we zeggen, uh, dan, uh, je wistgevendheid, laten we daar dan even op houden. Hè. Als dat gewoon op een gegeven moment in de tonnen oploopt, dan is het wel belangrijk om te gaan kijken van oké, okay, heb ik het juiste team? Zitten daar e-plays tussen en is het op dit moment handig om hun ook uh, een aandeel te geven? of aandelen? Nou, ik, uh, Wat ik altijd heb gedaan, uh, en dat, deed dat heb ik van OptiVer afgekeken, um, de mensen die bij ons werken hebben altijd aandelen kunnen kopen. Mm. En wat ik, hoe je dat dan structureert, uh, je kent ze een bonus toe en je geeft ze de mogelijkheid om daar aandelen van te kopen. Er is natuurlijk ook een kans dat iemand zegt: ik pak de bonus, maar ja. nou, dan weet je eigenlijk ook meteen hoe het zit. Slim, dus, uh... dat is wel een interessante hoe uh, dit is. Een volledig egoïstische vraag hoor, want wij hebben natuurlijk de podcast. Nou, wij willen het ook echt wel gaan uitbreiden en groter maken. Uitdaging waar wij een beetje tegenaan lopen is dat de verkoopbaarheid van deze podcast kan, wellicht, maar het is niet het meest logisch om te verkopen. Want zonder ons hoofd, ja, loopt het toch vrij snel leeg. Kun je bij dat soort bedrijven, denk je ook. Zo'n soort iets opzetten. Want ik heb altijd het idee dat dat heel erg het idee is van nou, op een gegeven moment gaat zo'n bedrijf naar de markt. Of het wordt verkocht. En dan hebben veel mensen die een aandeel hebben, kunnen daar geld uit halen. Maar zo'n bedrijf nooit verkocht wordt. Is het dan interessant om aandelen uit te geven? Nou ja, kijk, als jullie een hele uh, winstgevende onderneming zijn, dan ga je toch op een gegeven moment denk ik wel wat dividenden uitkeren. Of je ja, gaat uh, ja, dat, ja. Dat, uh, dat, dat zou je hoop ik wel gaan doen. Kijk, weer wat gelicht. Goeie, goeie insteek. Ja, ja, ik weet het allemaal niet zo. Ik ben het allemaal over hey, al ja, hier. je exit fly. is natuurlijk heel belangrijk. En ja, ik snap wel dat jullie gezicht hier nu aan verbonden is. Maar oké, okay. jullie zijn lotgenoot, podcast. Ik zie wat jullie allemaal eromheen doen. Nou, dat je kunt, ik, ik vind Jay een heel goed voorbeeld. Jay is natuurlijk ook het gezicht van Day One. Ja, die doet het gewoon heel slim. Die is nu al aan het nadenken van hoe zorg ik dat mijn gezicht niet het enige meer is waar Day One op draait. Dat kunnen ja. jullie natuurlijk ook doen. Je bent gewoon een media. Is, dat, dat, ja. Ja. Moet je dat vandaag doen? Nee. Kijk, uh, uh, nou ja, drie, als uh, Marleen en uh, Alex uh, onder de bus waren gekomen, dan had Gods Public ook niet meer bestaan. Dat nee, kan ik je precies. wel vertellen. Dus en, ja. nu inmiddels ja. hoeven wij er natuurlijk niet meer. Ja. Dus je verzint wel iets hoe het drijf doorgaat. Of misschien dat je een hele gave kooppresentator hebt. Of. Ja, daar kom je, je wel ooit. af uit. Maar je moet het denk ik meer... Je moet het los trekken van jezelf. Je bent wel gezicht, dat is prima. Maar... Het bedrijf moet zonder ons... Uh... Uiteindelijk wel, hoop ik. Dat gun ik jullie in ieder geval. Dat is wel het dat, uh, doel. We zijn ja. hard aan het werk uh, om dat te realiseren. Ja. Je zag alle jongens boven zitten. Dat zijn de eerste stappen naar... Nou, ik vind jullie... Uh, uh, jullie hebben echt al een flink team. En het is gewoon to super tof. Ja, ik ja. vind dat mooi. En ja. ik vind ook... Ik, ik, ik heb dus nu best wel wat, wat afleveringen van, van jullie bekeken. Maar ook alleen al hoe jullie je reclames doen. Daar kan ik dus echt van genieten. Oké, niet dat proberen we te doen. Ja, want uh, ja. ze zijn namelijk niet irritant om naar te luisteren. Gelukkig, dat is goed om te horen. Ja, Daar dus, dus, dus er zit een soort van... Ja. Dankjewel. Ja, ik heb zelf altijd de theorie dat ik niet mensen commercieel wil verkrachten. Namelijk als je een advertentie kijkt, maar je koopt het niet, ja. dat je dan tijd kwijt bent. Ja. Bijvoorbeeld dat je nog iets eruit haalt of iets leert, of dat het enigszins vermakelijk was. Want anders, anders heb je precies wat je had met tv altijd. Dus je alleen maar zit te kijken naar advertenties. En denkt: Oké, okay, wanneer is dit klaar? Wanneer is dit klaar? Oké, okay, ik kan weer kijken wat ik dan. Ja, wat de, dan wil. Ben ik wel, mag ik ook een vraag stellen? Tuurlijk. Ja, ben ik wel benieuwd wat je dan gaat doen als je dan. krijg je, ik noem maar wat. Uh, pak maandverbond of zo. Ik dacht, uh, iets waar je totaal niks mee hebt. Neem je ja, hem dan is, aan? Goeie nee, nee, dat is een goede vraag. Nee, we hebben al best wel veel partijen nu waarvan we zeggen dat, uh, dat gaan we niet doen. Uh, zeker nu crypto nu weer een beetje aan het vliegen is, krijg allemaal van die uh, half sketchy aanbiedingen en zo. Dat mm -hmm. doen we niet. Maar kijk, ik ben wel het type dat ik soort van ijs kan verkopen aan een Eskimo, denk ik. Ik heb heel erg mijn creatieve kant, vind het gewoon heel leuk om in elk product te zoeken naar wat is nou die angle die het boeiend maakt voor mensen. Yeah. En dat vind ik heel leuk om te doen. En dat, uh, ja, dat probeer ik met die advertenties ook een beetje te doen. En dat houdt het denk ik ook wel fris. Yeah. Ja. Dus op die manier is dat wel uh, leuk om te doen. Dus ik denk dat ik met maandverband ook vast wel iets kan bedenken. Gezelig ja. veel. Wow. Dus bij deze uh, ja. we hebben we wat van bij 85% mannelijke kijkers. Dus ja. Ik weet, ja. weet niet of we het helemaal is. Ja, maar hey, voor wie wil uh, stuur vooral een mailtje. Waar ik heel benieuwd naar ben is het stukje. Eigenlijk sluit dat best wel aan bij ook het aandelen uitgeven, et cetera. Hoe dat bedrijf ontwikkelt. Jullie zijn nu 14 jaar bezig, zei je. Ja. Nou, dan heb je jaar 1, dan gaat het al best wel hard. Wat gaat er dan over de jaren gebeuren? Op een gegeven moment komt het stuk: jullie gaan de software zelf uh, eigenlijk provideren voor andere aanbieders. Ja. Maar wat is nou uiteindelijk echt, ja, toch die great leap van goud, gek, maar wel leuk, naar nu hey, 70% van de kopers zijn jonge mensen die interesse hebben in goud en een markt die echt flink aan het groeien is. Ja. Nou. Um wat er eigenlijk gebeurde was dat ik, ik een groot keerpunt was, eigenlijk, um, kijk, die white labeling heeft ons niet goed gedaan. Want wij gingen steeds meer, zijn, ik ben natuurlijk ook optimistisch, en we gingen steeds meer werk aannemen en steeds eigenlijk projecten die steeds meer afweken van wat wij eigenlijk zelf in de koor doen en leuk vinden om te doen. Totdat we in een project verwikkeld raakten en daar konden we toen 7 miljoen winst uh, mee maken. Zo. Dus dat was serieus uh, mogelijke inkomsten. En eigenlijk wist ik al van het moment dat we het aannamen... Nou nee, dat is niet waar. Eigenlijk van het moment dat ik de contractbesprekingen ging doen, die zo eindeloos lang duurden, dacht ik, toen heb ik nog, Alex en ik hebben nog tegen elkaar gezegd, van gaan we dit nou doen? En toen hebben ze we gezegd, weet je, we doen het. Want dan zijn we daarna voor altijd financieel onafhankelijk. Want dan kunnen we gewoon door blijven bouwen, nooit. Je hebt gewoon een dikke kas, een soort van uh, war uh, chest. Ja, dat mensen. want ik kwam er natuurlijk best wel van. Ja, ik bedoel, ik had wel wat verdiend, maar eindeloos door blijven investeren. Dat, ja, dat, dat was natuurlijk ook op een gegeven moment, dan houdt het een beetje op. Dat project aannemen en het gewoon doen. En we moesten het ook als governance-owned bedrijf, uh, we moesten het op eigen boeken. We zouden pas betaald worden aan het eind van de rit. Ons balance sheet was te klein. Wij kwamen gewoon niet door de RFPs heen. Dus ze zeiden van oké, okay, je mag het bouwen. En als het af is, kopen we het van je. Um, zo hadden we al meer projecten voor hun gedaan. Dus dat was op zich niks nieuws. Hele goede betaler. Maar wij waren dus al, ik denk anderhalf jaar aan het ontwikkelen. Anderhalf jaar steeds naar Azië vliegen. Op en neer bouwen. Team van 30 man misschien wel. Um, en op een gegeven moment toen wisten we het gewoon. Dit gaat gewoon. Dit gaat niet. Het gaat niet tot het einde komen. Waarom? Het was een extreem politiek project geworden. Iedereen hele, iedereen bemoeide zich ermee. Er was, er was enorme angstcultuur in de onderneming of in dat bedrijf ontstaan. En, um, en toen op een gegeven moment had ik een kreeg ik opeens kans om um, afstand te doen van het project, om hem over te dragen aan een andere leverancier. Alleen, ik had hem inmiddels wel alles voor gefinancierd. Ja. Zoveel dat als ik dat uh, als ik daar niks van terug zou krijgen, dan zou het bedrijf echt over de kop gaan. Hm. Um, nou, toen heb ik, uh, ja, dat heb ik echt, het was echt, echt, echt pittig. Um, toen heb ik, toen dacht ik, ja, wat heb ik? Wij, wij hebben software, zij dus hebben geld. Hoe ga ik dit doen? Toen hebben we uh, uiteindelijk. Want het ging echt hard om hard. Heb ik een ruil kunnen doen? Heb ik een, heb ik een deel van, van het verlies uh, terug kunnen halen door alleen een stukje van wat we ontwikkeld hadden te verkopen, waar zij wat aan hadden? Mm -hmm. En uh, dat, is eigenlijk het, dat was het begin van het echte ondernemen, van het echte Gold Republic, van het echte exchange, want later Bondex en uh, deze weer bij is gekomen. Um, want toen hadden we, zaten we niet de hele tijd in het vliegtuig. Konden gewoon hadden we tijd om mensen überhaupt aan te sturen. Uh, om goed na te denken waar je onderneming heen moet. Uh, etcetera. Et cetera. En, en dat, is, dat is eind 2018 geweest. En vanaf dat moment zijn, is alles door de, door de lift heen gegaan. Dus tijd en aandacht voor iets is wel key. Focus. Focus. Nog keer op keer is dat. Ja. Weer de, in mijn optiek is het stukje ook. Eigenlijk met day one en zo op een gegeven moment, daar was voor mijn gevoel, hè, kwam ineens, was Gold Republic overal. Dacht, wow, dat ik dacht, wauw, dat ken ik en mensen omheen hadden het Is dat voor jullie ook echt een samenwerking geweest die echt explosie in de markt heeft veroorzaakt? Of was het veel meer gewoon steen op steen, op steen het is alles, op alles? Ja, het is alles. Ja, 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 zeker. Het is typisch, want buitenaf zie je dat heel vaak, dat mensen dan kijken, ik, oh daardoor is het ontploft en dan nee, is nee, dat gewoon allemaal dingen ja. vooraf. Nee. Ja. Oké, okay, cool. Hey, en dat ontstaan van uh, N-Exchange. Ik zit trouwens, ik ben echt weer van de hak op de tak aan het springen, maar jullie hebben ongeveer 1% uh, fees, hè? Yeah. Jullie hebben iets van 20 miljard aan waarde door het bedrijf laten gaan. Dan hebben yeah. jullie inmiddels echt wel gewoon 100 miljoen plus aan omzet gerealiseerd. Ja. Yeah. Oké, okay, respect. Ik wist niet dat het zo groot was. Of ja, wist niet. Ik heb nooit Moet zo Oh, wacht even. Omzet, 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 toch? Of zeg ik dat helemaal verkeerd? 100 miljoen zijn Ja, ik dacht 20 miljard, 1% uit mijn slechte hoofdrekening. Ik had de Optiver test ja. niet gehaald. Kom ik dan uit op 200 miljoen? Maar misschien hebben we dat verkeerd uh, in hoofd Van hoofd gerekend. Ja, maar ligt, ja. Dat, dat is, uh, daar moet je ook niet laten misleiden. Je ziet natuurlijk heel vaak: kijk, uh, uh, een bedrijf als Cold Republic. Ze, dit soort type bedrijven moeten ergens tussen de 150 en 200 miljoen omzet draaien per jaar. Anders dan, anders, nou ja, dan moet je, of je moet zo'n grote basis aan fees hebben, wat wij gelukkig ook hebben op dit ja. moment. Uh, anders kun je niet overleven. Dus ieder bedrijf wat daaronder zit, moet je direct je vraagtekens bij stellen: van hoe zit dat? Gaat dat wel goed? Mm -hmm. um. En we hebben natuurlijk verschillende inkomstenstromen. En uh, 20 miljard wat er doorheen gaat is niet allemaal... Het uh, uh, zijn niet alleen onze klanten, zijn natuurlijk ook de wijdlabels et cetera. Dus dat is wat lastig om te zeggen. Maar je winstgeeftijd is... Uh, dus omzet vind ik, vind ik wat minder interessant. Maar je winstgeeftijd is belangrijk. Je, mar je gross margin is belangrijk. Ja, ja. Um, dus um, en dat zijn een beetje de knopjes waar je aan kan draaien. Ja. En je geeft aan omzet onder die 150 miljoen. Dan moet je je vraagtekens gaan uh, stellen. Waarom is dat? Nou, of, je, of een bedrijf uh, zijn operatie kan financieren. Ja, want je hebt dan 1% fees ja. en daarmee moet je heel die operatie runnen. Maar er komt natuurlijk een heleboel tegenover staan. Want ik zat ook al te denken, het is echt hoofdpijn als iemand voor 50 euro goud koopt. En je moet het ergens naartoe en dan moet het opgeslagen zijn. En dat moet zichtbaar zijn in de software. Dat, uh, ja. dat heeft best wel wat om handen, kan ik me zo voorstellen. Nou, ja, inmiddels is Culture Public is zo ver geautomatiseerd dat, dat we... We kunnen gewoon met z'n allen drie weken op vakantie gaan... en dan loopt het gewoon door. Gruwelijk. Maar het is... wat gebeurt er dan niet? Um, uh, wat wij bijvoorbeeld bij Gold Republic doen... is wij bellen iedere klant na. Waarom doen we dat? We zijn een online propositie... en mensen vinden het gewoon fijn als we ze bellen. Ja. Uh, want het geeft meer... het tas wat meer gezicht. Um, dat gebeurt er dan niet. Um, maar eigenlijk... al het andere loopt gewoon door. Dan ben ik heel benieuwd naar. Dat, want... Je bent denk ik dan de perfecte persoon om dit aan te vragen. Wij hebben best wel een groep om ons heen van echt jonge ondernemers die uh, nog heel erg aan het groeien zijn. Sommigen doen misschien een miljoen, tien miljoen omzet per jaar. En er is toch altijd een soort van mythe van de, het zelfsturende bedrijf. Het bedrijf waar je nou, in principe niet heel veel aan hoeft te doen, omdat je misbaar bent in de operatie, omdat je goede SOP's hebt, goede mensen en dat draait allemaal. Daarnaast spreek ik heel veel ondernemers die zeggen, nee man, bestaat niet. Ik heb het geprobeerd. Ik heb een COO aangenomen, maar die kon het toch niet zo precies als ik. En als ik dat te lang laat, dan stort het weer in, et cetera. Als ik jou zo hoor, is het echt goed gelukt om een bedrijf te bouwen dat echt zonder jou goed kan voortbestaan. Ja. Wat is volgens jou nou essentieel als ondernemer om te implementeren in je organisatie om dat te kunnen bewerkstelligen? Um, meten, 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 meten. Je key, uh, key drivers, je key financials goed kunnen volgen. Um, dat, dat is denk ik de basis. Um, het tweede is dat wij het bedrijf, of ik in ieder geval, ik ken het bedrijf zo goed. Dus als er iets in die parameters verandert of wat dan ook, snap weet ik meteen waar ik moet kijken. Ja. Mm. En het is, het is ook al, het is, de, qua software, het is zo, de, de, we kunnen letterlijk niks meer bedenken. Ik bedoel, de vorm de, 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 de van gebruik verandert, de apps veranderen, websites veranderen, et cetera. Maar de functionaliteit, we kunnen geen functionaliteit meer bedenken. We hebben alles ontwikkeld wat er te ontwikkelen valt. Dus ja, dat is ook weer anders. Een bedrijf dat nog in een fase zit van ontwikkeling, van leren, van groei, dus, is, is weer anders. Ja. Dus um, nee, ik denk, de grootste win was, uh, kijk, ik kon al eerder weg. Ik kon al eerder echt weg. De grootste win is, uh, ik denk dat ik in 2000, uh, pff, ik weet veel, 2019 of 2020 hebben Alex en ik de Kilimanjaro beklommen. Mm -hmm. En toen zijn we tien dagen volledig offline geweest. Dus we konden ook, er was geen bereik. Geforceerd. Dus en dat is goed gegaan. En daarnaast is is het eigenlijk, uh, daarna hebben we ook, zijn we ook Nooit meer terug gaan, ja. Was een mooie test. Test. Ja, ja. oké, okay, nice. En... Dus het kan wel voor iedereen die kijkt, hou <laughs> hoop. Ja, <voor> <laughs> je bent niet altijd de slaaf van je bedrijf. <laughs> en Hoe groot is uh, jullie team op dit moment dan? We zijn in totaal met uh, ongeveer 35 mensen, uh, waarvan op Cult Republic, nou, well, het is ongeveer een derde en derde, uh, inmiddels vier bedrijven. Uh, op Gods Public zitten er ongeveer uh, 10, 12 mensen zitten nu, denk ik. Oh, dat is wel lean. En wel, ja. als je dan... Inclusief IT, hè? dus onze software. Ja, IT dan nog ja. erbij? En als je dan moet onderverdelen en welke afdelingen jullie dan hebben? Uh, nou, ik denk dat twee derde IT is en uh, de rest is uh, uh, het management team en uh, de mensen die, uh, die bellen. Ja, toch wel. Hè? Grappig, best wel gewoon. Lean. lean. Gewoon ja. niet overbodig. Nee. Lean en MEAN. Ja. Nice. Nee. Hey, we hebben we nog. 10-15 minuten. Ik wil toch nog een stukje ook inzoomen op N-Exchange, ja. want dat is volgens mij best wel voortgevloeid uit ook van alles wat je deed met Cold Republic. Kun je ons daar kort in meenemen? Eén, wat ze nou precies doen, want ik heb het idee dat dat nog steeds voor veel mensen niet helemaal duidelijk is. Ja. En daarna hoe dat dan precies ontstaan is. Nou, Cold Republic is een bedrijf dat ik ben gestart omdat ik het, omdat de situatie zo was. N-Exchange is echt mijn passie. Hm. Um, we hebben een hele, hele detour gemaakt van alles. Maar de core van Exchange is dat ik ja, eigenlijk weer wel mijn eigen probleem heb opgelost. Ik wilde gewoon kunnen investeren in start-ups. Maar op een slimme manier. En um, wat NX Change aanbiedt, is uh, mensen kunnen beleggen in mandjes start-ups: 10, 30, 300. En ze kunnen dat al vanaf 50 euro. Dus net zoals zo'n goudbaar, vroeger kon je never, nooit niet een goudbaar kopen, in je eentje. Of je kon, een je kon geen goudbaar kopen, dat het was, het was gewoon niet mogelijk. De kans dat je nu in venture capital kan beleggen, of zelfs early stage startups. Is, is heel minimaal, want je moet toch gemiddeld, is je, is je investering toch wel 150.000 euro en dan ja. heb je één bedrijf. Je nou, als je, als je weet dat 90% van de startups het vierde levensjaar niet haalt. Nou, dan ben je knap als je die 10% weet te vinden. Nou, als je dan ook nog 150.000 euro hebt. Nou ja, niet heel veel mensen hebben 150.000 euro vrij vermogen. Laat staan dat ze het in zijn geheel in start-ups kunnen doen. Dus dan is de kans dat je ook nog kan spreiden uh, ook niet heel erg groot. Dus NXC's, ik ben, ik ben daar helemaal los op gegaan. Ja. En um, uh, NX dus, die, die, die heeft dus een hele hoop problemen opgelost. Je belegt niet in één start-up, maar in een heleboel. Um, je gaat niet zelf selecteren, maar dat besteed je uit aan een, een professional, lees een accelerator-programma. Um, die om tot 30 startups, het gemiddelde is, je moet ongeveer 30 is toch wel het minimum, vind ik zelf, waar je in moet zitten. Waarom? Op de 30 startups is er één die door het dak gaat, die echt succesvol, die unicorn wordt. Als je een goede accelerator hebt, dan gaat niet 90% kapot. Na vier jaar, maar 30 procent. Mm -hmm. Waarom? Omdat ze tot die 30 te komen ongeveer 5 tot 10.000 start-ups zien en helemaal analyseren. Okay. En ze door een accelerator-programma heen halen. En dan als laatste. Als je normaal gesproken een start-up belegt, dan moet je daar zeven jaar ongeveer in zitten. Vijf tot zeven jaar. Dat is het, heeft het bedrijf vaak wel nodig om exit te kunnen maken. Nou ja, dat is dan de beauty van NXG's dat je dan een secundaire markt hebt. Die nu nog niet heel liquide is, maar als wij dit maar vooral heel veel blijven doen, ja, dan zou er dus een markt ontstaan waarbij je ook vroegtijdig, die markt is er al, um, vroegtijdig weer uit kan stappen als dat nodig is, om wat voor ja. reden dan ook. Of als er um, um, nou, een opportunity ontstaat in een ander mandje of wat dan ook. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk de core van Exchange. En dat ben ik als een gek op dit moment aan het verkondigen met Angel Café. We hebben gisteren een onwijs toffe viewing gehad van change makers. We maken documentaires. We zijn echt maximaal aan het gaan. Want we zijn in Nederland net als 14 jaar geleden niemand in goud belegde. Belegt in Nederland ook niemand in equity. Nee, het klinkt wel vet. Het is al dat ik nu in ieder geval denk van, daar wil ik wel wat meer van weten. Ja. Wij hebben hier ook gesproken met de jongens van uh, The Good Roll. Ja. Ik dacht dat die ook gebruik maakten van een exchange service, maar ik denk dat het misschien een andere tak is. Of, want zij dat is weer BondEx. Los, ah, dat is dan BondEx. Ja, want dat zij doen weer losse ja. echt hun aandelen aanbieden, toch? Ja. BondEx is het derde bedrijf van ons. Mm. Um, Houdt niet op. Nee. <laughs> BondEx is een SAAS-oplossing voor bedrijven die kapitaal willen ophalen bij een grote, vaak een grote groep uh, mensen. Lees bijvoorbeeld jullie. Jullie hebben een super grote community. Als jullie nou kapitaal willen ophouden, kun je op verschillende manieren dat gaan doen. Je kan zeggen van, uh, ik ga naar een VC, ik ga naar een angel investor. Maar eigenlijk is het veel slimmer om je eigen community aandeelhouder te maken. Nou, en dat is uh, waar BondEx in het zicht komt. Dan kan je dus de software van BondEx gebruiken om mensen uh, aandeelhouder te maken van je onderneming. En normaal gesproken hebben, hebben bedrijven vaak vijf tot... Misschien dus gek, tien aandeelhouders. Maar er zijn door, door de opkomst van crowdfunding en van dat soort modellen: zijn er ja, er zijn al Bondex-bedrijven die hebben gewoon een paar duizend aandeelhouders. Ja. Nou, dat, dat kun je niet meer omvatten in een Excel-sheet. Nee. Nee. Daarnaast wil je graag weten, wie zijn je aandeelhouders, Dus het omborden van, van die mensen. Wat, waar komen ze vandaan? Wat is hun paspoort? cetera? Maar ook de geldstromen. Um, de mensen, ja, dat de aandelen op een zuivere manier voor geld worden gewisseld. Uh, dat is wat Bondex doet. En nice. dat doen we voor heel veel bedrijven. Dus niet, uh, niet voor, uh, alleen voor de Goodwill. Um, maar Bondex is dus echt software. Dus je ziet nergens Bondex. Je ziet de Goodwill of je ziet ja. Van Leer of je ziet uh, Frontaal of je ziet... Uh, nou ja, we, hebben, we gaan de hopelijk binnenkort live met echt een hele grote partij. Maar je ziet Bondex nooit staan. Dat is echt, cool. ja, het is de software die ze gebruiken. Dit is iets wat mij ook wel echt prikkelt. Ik zou niet weten waar wij funding voor nodig hebben. Maar ik zou het wel vet vinden om zo'n funding op te halen met de lotgenoten om iets te bouwen. Dat yeah. lijkt me gewoon wel sick. Coworking spaces of zo. Ja. Maar het is toch gewoon meer om, om te investeren in. De, ja, oké. Okay, bijvoorbeeld de Goodroll ging op een gegeven moment uitbreiden naar de UK. Om ja. daar dan ook in een bepaalde winkelcentrum uh, supermarkten te liggen. Ik ben even namelijk nou, kwijt welke. Costco, volgens mij. Welke? Nevermind. Never, ja. Ik weet niet precies. Maar uh, ik vond het wel leuk. Ik had dan twee aandelen gekocht. Oh, ja? 50 oh, euro. 100 euro uiteindelijk. Maar het is, wel, het is wel inderdaad wat jij zegt. Het is wel uh, heel erg leuk om. Ook al heb je niet de duizenden euro's liggen. Of misschien wel, maar zeg je van luister, ik ben een beetje nieuw in, de, in deze game. Dat je er al mee kan gaan spelen. Je kan een beetje al investeren. Je kan zien hoe zulke bedrijven werken. Ze hebben hun eigen missie. Zij willen ergens gaan uitbreiden. Ja. En jij gelooft erin en denkt. Oké, okay, ik investeer erin. Ja. Maar je krijgt ook die updates, hoe het dan elke keer gaat. Ja. Uh, en... nou, het is super leuk. Het is echt leuk. We zijn nu bijvoorbeeld met Brax bezig. Je hebt er altijd wel een beetje favorieten tussen. Maar Brax is van uh, Sanne de Priscier. En die hebben dus een in-ear computer. Weet je, die dingen die, uh, die, uh, die artiesten dragen. Mm -hmm. Hebben ze ontwikkeld, die draadloos is. Dat bestond nog niet. Uh, want Sander die zei: van ja, hoe kan het nou dat ik als artiest beter geluid heb dan de mensen in de zaal? Mm -hmm. Dus zij hebben dat ding ontwikkeld. En um, ze hebben Bonnex gebruikt om, uh, niet om kapitaal op te halen, want ze hadden voldoende kapitaal. Maar ze hebben daarom gedacht. Ze zei van nee, wij gaan 500 mensen zoeken die onze testgroep van brax wordt. Uh, dus we gaan 500 braxen verkopen en ze krijgt daar één aandeel bij. Dus we hebben Bondeksen eigenlijk omgebouwd. Nice. Ja. Dus we hebben 500. Niet, we zijn op deze e-commerce platform geworden. Ja. Nou, ze dus hebben 500 verkocht. 1500 nice. euro per stuk. Ja, Echt, dat is als een raket door het dak Daar Ze hebben daardoor publiciteit gekregen, zijn opgepakt door het ministerie van Economische Zaken. Meegenomen naar CES, dat is de grootste techbeurs ter wereld. Um, en zijn daar helemaal door het dak gegaan. Zij zijn er best bij, zijn zelfs een van de zeven beste technologische ontwikkelingen uitgeroepen. Doe, doe. Dus Stevie Wonder is gewoon, ze, gewoon op eigen gelegenheid naar die beurs toe gegaan. Ze zeggen ja, als dit nou zo bijzonder is, wil ik het gewoon horen. Die is gewoon met zijn hele gewaad. Wow. Nou ja, en dat gebeurt niet bij iedere onderneming, nee. maar dat is natuurlijk wel ontzettend tof. Want bon, ja. Bondics, die, die, die doet niks, maar die ondernemers, die, die, die verzinnen de meest waanzinnige dingen. Ja. Ja. En daarom, als je creatief bent, dan kun je een hele andere manieren verzinnen over hoe je je onderneming kan laten lopen. Want je hebt nu een testgroep, die hebben die dingen al voorgefinancierd. Ze zijn er nog niet eens. En ze zijn de, de meest loyal aandeelhouders ever gewoon. Ja, ja. ja gruwelijk. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. En ik moet ook zeggen dat ook nog de, de degenerate uh, financial gambler in mij... De gains zijn ook heel interessant. Dus op 50 ja. euro, als je gewoon kijkt naar die multipliers. Het is niet gegarandeerd dat je er geld op verdient. Maar het is wel echt interessant ook dat je ja. met best wel kleine investeringen. kan je in potentie ook nog best wel serieus ja. geld verdienen. En dat is wel uh, het soort van beste van beide werelden. Ja. Ja, okay. Potentieel kan je de grote dingen mee doen. En je kunt echt een, een, ja. een ondernemer die je echt tof vindt. Kun je steunen. Ja. Ik vind het nice. En Marleen, wat uh, vandaag de dag. He, je hebt Change, uh, de andere bedrijven. Waar ben je nog uh, mee bezig? Zeg maar. Want je zit hier in de podcast, je hebt alle tijd voor ons. Maar als ik het zo hoor, dan heb je het hartstikke druk. Nou, het bedrijf is natuurlijk heel tof. Uh, mijn ambitie is om, om echt verreweg het grootste digital assets platform te worden. En wij, wij kunnen alles. We kunnen van goud, fysiek product, tot en met aandeel, uh, tot en met, we kunnen zelfs mens. Tokenhuizen eigenlijk en uitgeven. Hmm. Dat zijn we ook aan het doen met sporters op dit moment. Oh, dus ik digitale assets vind ik onwijs cool. Mm -hmm. Heel gaaf. Alles, We hebben wel vier ondernemingen, maar alles heeft wel een verbinding met elkaar. Godsbox staat nog vrij apart, maar BondEx en Exchange Digital Noture, die horen echt bij elkaar. En ik kan me ook voorstellen dat er nieuwe bedrijven ontstaan. Dat vind ik heel leuk om die te bouwen en uit te denken. En om, ja, dan gaat er weer een ander team mee verder. Maar wat ik echt leuk vind. Dat is toch, dan ga ik ook weer terug bij mijn Animal, is toch die, ja, die mediakant en dingen, ma dingen maken gewoon. Dingen filmen, muziek, beeld, sport, dat, dat, dat grijpt mij enorm. Ik heb zelf helaas in geen van die categorieën talent, maar daardoor vind ik het wel heel leuk om getalenteerde mensen daarin te volgen. En ja, inmiddels is het een beetje uit, uit de hand gelopen hobby. Dus we hebben drie fulltime editors, we hebben een heel team wat alleen maar aan het maken is uh, we, we, we hebben ook podcast we hebben ook we hebben ja. gister hadden we changemakers dat is gewoon een hele, volledige documentaire zijn we aan het maken over ja, cool. alle alles wat er speelt binnen dat ze beleggen van natuurlijk alles wordt gegreenwashed was hier tot oké ja, ja en dan gaan we gewoon op pad met de camera en ja dat vind ik, en dat ik wou dat ik daar ik hoop dat ik mezelf meer, nog meer vrij kan spelen Zodat ik daar meer tijd in kan steken. Want ik het gewoon heel leuk vind. Echt, uh. Laat me dan in ieder geval een compliment geven. Dat ik vind dat jullie tot nu toe content van alle Nederlandse bedrijven die ik zie, heel goed oppakken. Dat jullie zeg maar het stukje, eigenlijk wat een JJ doet, of wat wij doen, hè, die content bouwen, maar dat is heel vaak creator first. Ja, ik roep al jaren, en ik heb dat niet zelf bedacht of zo, dat als bedrijven dat goed doen, dat zijn de bedrijven die in de toekomst echt een serieuze community gaan bouwen en echt gaan winnen. En ik denk dat jullie dat met doorzetters, met alle content op Gold Republics YouTube kanaal, alle dingen die je omheen doen denk ik dat jullie daar een hele goede eerste stap uh, in aan het ja, zetten zijn. Ja, nou, het, het, is, het is echt een beetje pionieren, net als jullie. Maar het is, uh, elke keer wordt het we weer een stukje beter. En dat, ja. vind ik gewoon, dat is gewoon heel leuk. In het begin cool. denk je echt, oh, het ziet er niet uit. Ja. Het is echt lelijk. Echt, uh. Dat hoort erbij. Dat hoort yeah. er inderdaad bij. Er staan nog ja. afleveringen van ons live die echt helemaal nergens zijn. We nooit eraf Eerders halen. De laatste, laatste gewoon nee, staan er. Nee, zeker, nou zeker Hoort uh, nee, ja. nee, nee, nee. vaak nog dat mensen dan bij de nieuwste aflevering doorgetikt worden naar aflevering 1. Omdat je dan soort van het laatste ja. geluistert. Okay, ik ben er niet trots op, maar <laughs> mensen vinden het leuk om te horen, dus ik wens er veel plezier mee. Ja. Dus het is wel leuk uh, dat mensen dat uh, te zien krijgen. Ja. Marleen, ik heb één allerlaatste vraag. Je doet echt superveel, je hebt het net al wel een beetje aangegeven, maar waar uh, hoop je over tien jaar te staan als Marleen? Want dan is bedoel, dan is de wereld ziet er weer heel anders uit. Ja, nou ja, tien, ja, tien jaar is het ook zo voor de deur. Eens. Ik denk dat ik nog steeds uh, heel erg met ondernemen bezig ben. Vind ik gewoon leuk. Um, in ieder geval als aandehouder. Ik hoop dat we meer bedrijven. Ik vind het heel leuk om bedrijven op te zetten, maar dat kan alleen maar met goede mensen. Dus, um, dus wat, ik, wat ik inmiddels steeds meer doe is van oké, okay, als iemand een goed idee heeft. Oké, okay, dan, dan leveren we daar eigenlijk alle, alle resources voor om het dan. Gaat ga maar bouwen. Doe het maar. Maak ja. fouten. Gaat ga mis prima. Echt, uh. Dus ik hoop. Ik, ik denk dat ik, dat ik echt dat venture beelden, dat vind ik gewoon heel tof. Um, mijn ambitie is absoluut om, ja, toch wel, we zitten nu op een half, nou ja, iets meer, als we alles bij elkaar schuiven, denk ik op 650 miljoen aan assets die we administreren. Nou, als ik over vijf jaar niet op anderhalf miljard zit, dan, dan uh, nou, laat ik tien jaar maken, want iedereen die gaat natuurlijk weer over vijf jaar kijken. Dat, dat is wel een beetje een key punt waar ik naartoe werk. Anderhalf ja. miljard aan assets geadministreerd. Nice. Ja, dan, uh, dan zou ik uh, waarschijnlijk is dat punt dat ik zeg, oké, okay, nu mag uh, iemand anders ermee door of niet. Het draait gewoon, het heeft ook niet heel veel hoop. Fijn, dus uh, cool, ja. Cool. En dan is die Porsche. Volgens mij wil je graag een keer een Porsche kopen. Die is er al. Oh, die is er al. Kijk. Ja. Hoe lang is dat geleden? Ik weet namelijk nog heel goed, vraag me niet waarom, maar dat je ooit in je story plaatste dat je een bepaalde Porsche heel graag... Uh, ja? dat die op de langlijst stond. Ik ja. weet niet waarom ik dat weer onthouden heb in mijn Wat olifantenbrein. <laughs> ja, nou ja, ik... ik, ik, ik niet, ik hou heel erg van mooie auto's. Ik um, komt ook een beetje door mijn vader. Ik heb twee oudere broers die echt uh, daar altijd wel mee bezig zijn. Um, ja, en opeens, ik reed op de snelweg. En toen werd ik ingehaald door een, uh, een, uh, een Porsche. En um, daar heb ik een foto van gemaakt. Die wil ik hebben. Die wil ik gewoon hebben. Maar ik was helemaal niet zo bezig met een nieuwe auto. Ik had al een auto, weet ik veel wat. En ik denk dat dat Ik uh, nu een jaar geleden of zo, ik, ik ben toen een nieuwe auto en ik was eigenlijk ook wel een beetje klaar met uh, benzinerijen. En toen ben ik naar de Porsche-dielen gegaan en toen um, koos ik voor elektrisch porsche Taycan. Ja, en ik dacht, ja, ik wil wit. En toen koos ik, het was s avonds, toen koos ik krijtgrijs. Ik dacht wit, want ik had wit in mijn hoofd. Ja. Kreeg die auto. Dat is helemaal niet de kleur. <laughs> nou en verdomd, ik heb die foto erbij gepakt. Is exact dezelfde kleur als ja? waar ik door ingaal. Nou, dat is toch? Nice. Ja, is dat? dat is geprimed. toch ziek. Heb mm. je zelf geprimed? Het is echt bizar. Ja. ja, ja. Nice. Nee, de, hij rijdt fantastisch. Dat heel blij ik. mee. Cool. Okay. Ja. Maar heel erg bedankt voor, uh, voor het verhaal en voor yes. alle kennis. En uh, we gaan alle bedrijven en exchange uh, in de gaten houden. Leuk. Dankjewel. je Ik ben heel naar de content. Wat er allemaal aan zitten te komen. Een hoop jongen. Ja. Net weer er, wel, ik wil nou, wacht nog wel. Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk Future of Finance nu twee keer gedaan hè? Dus ja. één keer naar Zuid-Afrika gaan, één keer naar Dubai. maar eigenlijk als we de volgende keer gaan moeten jullie gewoon mee. Ja, lijkt me leuk. Hey. Lijkt en me Ik vet. heb een plannetje, maar dan gaan we dat even bespreken. Is goed. Ja. Oké. Okay, cool. Je hebt, je hebt ons gehoord. Dan, uh, dan uh, <laughs> heb een plannetje, maar vertel later. <laughs> oh. Benieuwd. Dan gaan we het dan nog over hebben. Maar hé, heel erg bedankt. Ja, is goed. Dankjewel. Tot de volgende. Ciao. Bye.